Het is een heel gevuld programma tussen nu en 6 uur, zo is dat hè. In deze zaal alleen al heb ik echt een hele fijne middag voor de boeg met niets dan uitermate boeiende mensen die Klaus al dan niet zeer persoonlijk gekend hebben en die toch ook wel nog meer kunnen toelichten wie hij was als mens, als filmmaker en niet alleen als schrijver en dichter. Maar laten we deze Ieder zijn Klaus, het tweede Letterenhuisfestival, officieel openen. En daarvoor heb ik natuurlijk uitgenodigd de schepen van cultuur van de stad Antwerpen, Caroline Bastiaans, en de directeur van het Letterenhuis, Leen van Dijk. Caroline, vorig jaar hadden we dit festival voor de eerste keer. En ja, dat was blijkbaar een succes, want we zitten hier voor de tweede keer. Wordt dit een traditie? Nou, vorig jaar smaakte het in ieder geval naar meer. En op één been kan je niet staan. Dus vandaar dit jaar de tweede editie. En als u het mij vraagt, hoop ik inderdaad dat het een hele mooie traditie ook wel kan worden. Ik denk dat dit huis, dit Letterenhuis, alles in zich heeft. Ook om de komende jaren wel die verhalen van auteurs en schrijvers te blijven vertellen. En als we zien op hoeveel plekken dat er vandaag eigenlijk ook verhalen worden verteld, op hoeveel plekken eigenlijk ook dat schrijvers aan de slag gaan, hun verhaal ook wel brengen, hun eigen proza of poëzie ook wel op het podium brengen, dat we daar samen van kunnen genieten. Ja, we gaan er nog wel een aantal edities aan vast kunnen breien. Ja, en ik vind ook eigenlijk, we moeten toch ook heel erg appreciëren, kijk gewoon naar Klaus. Klaus had eender waar kunnen wonen. Hij heeft ook in Frankrijk gewoond, hij had in Londen kunnen wonen, in Brussel, in Gent heeft hij gewoond. Uiteindelijk ja, wordt hij toch wel gefêteerd ook in Antwerpen, want Antwerpen was heel belangrijk voor hem. Koestert de stad Antwerpen zijn schrijvers genoeg of gaat er nog meer gebeuren? Ik denk dat we in ieder geval onze schrijvers proberen te koesteren op heel veel momenten en op heel veel plekken. We mogen ook niet vergeten dat in 2004 we UNESCO Wereldboekenstad waren. Ik hoop dat we daar in de toekomst nog wel eens een vervolg aan zouden kunnen breien. En als we ook kijken naar de afgelopen periode, hè, hoe dat steeds meer zowel bezoekers, maar eigenlijk ook wel schrijvers ook dit huis hebben leren kennen. En het feit dat we hier steeds meer ook archieven in onder hebben kunnen brengen, dat schrijvers het ook belangrijk vinden dat die archieven bewaard worden, dat andere organisaties ook zeggen van we schenken dat eigenlijk ook hier aan, denk ik dat we stevige fundamenten aan het leggen zijn. Niet alleen dit huis, want we hebben ook heel veel andere literaire organisaties, maar die komen straks ook nog aan bod in deze stad, om eigenlijk ja, dat verhaal wel rond literatuur, rond proza, rond poëzie elke dag opnieuw levend te houden. Ja. 20 locaties, dat is niet niks, Leen. Dit jaar een programma rond Klaus. Wat wil het Letterenhuis hiermee bereiken eigenlijk? Want jullie zitten hier natuurlijk in een zijstraat. Bij winter en ontij een donker pand. Dus het is laagdrempelig, is het niet. Dus jullie willen buiten treden. Ja, en wij willen ook vooral de buurt betrekken. Mm-hmm. Hè? Want vaak heb je bent bezig, je bent actief, je doet allerlei dingen. En de mensen die het dichtst bij je wonen, die kennen je niet eens. Ja. Met dit Letterenhuis proberen we ook de buurt te betrekken. En die gaan daar heel enthousiast op in. Dat is al heel belangrijk. Ik heb vorig jaar een aantal buren op de receptie leren kennen. Ja. Wij hebben elkaar het hele jaar door tegengekomen, koffies gaan drinken. Kijk, ja, dat is zo. Ja. Bovendien willen we met dit Letterenhuisfestival, zoals je al zei, mensen over Klaus aan het woord laten. Want we hebben hier een prachtige expo, voor wie nog niet is gaan kijken, zeker doen, meer dan één keer zelfs. We hebben hier een prachtige expo waar Klaus heel expliciet aanwezig is en aan het woord is. Het zijn zijn woorden, zijn taal die hier in de expo aan bod komen. Nu willen we het andere over Klaus laten hebben. Willen we vrienden, bekenden, wat weet ik, verhalen horen vertellen over Klaus. De expo, loopt die goed? Ja. Want hij is inderdaad, je kan hem meerdere malen zien, ja. Omdat, en dat weten we natuurlijk, er is zoveel. Ja. Ik dacht ook, toen ik hem gisteren voor de derde keer zag, heb je hier eigenlijk geen permanente Klaus-tentoonstelling nodig, toch? Ja, daar is iets voor te zeggen natuurlijk. Alhoewel, we hebben nog veel belangrijke en goede schrijvers. Je zou ook een permanente Van Ostaaien-tentoonstelling kunnen bedenken, bijvoorbeeld. Maar enfin, daar hebben we het vandaag niet over.
In ieder geval, het succes van de Klaus-tentoonstelling is echt wel heel opvallend. Ik heb al veel mensen gehoord die zegden van ik wist niet dat je over een schrijver zo een beeldend verhaal kon vertellen. Wat al heel belangrijk is. Bovendien, en dat is nog belangrijker, hoor ik veel mensen zeggen ik ben begonnen aan het verdriet van België, eindelijk. En ik ga nu aan de metsiers beginnen of aan de verwondering. Ja. Met andere woorden, die tentoonstelling zet aan tot het lezen van Klaus. En dat is wel, denk ik, het grootste succes. Ja, want dat zegt men dan vaak in het buitenland. Houdt men van zijn kanon, hè, zijn grote schrijvers. Jullie hebben ook, de stad heeft daar ook toch wel een belangrijke rol in gespeeld. 10 jaar na zijn dood, om een herdenkingsjaar, of hoe je het ook mag noemen, een feestjaar terug, Klaus, te steunen. Dat is een rol die de stad wil blijven opnemen? In ieder geval wel. We hebben inderdaad mede initiatief genomen om van dit jaar inderdaad een Klausjaar te maken. Vanuit dit huis gebeurt er inderdaad heel veel, maar met heel veel partners. En niet alleen in deze stad, ook in Kortrijk, in Brussel en zo verder. Maar ik denk wel dat het hart van het Klausjaar inderdaad hier klopt. Met de tentoonstelling ook. Leen heeft het inderdaad al wel aangegeven. Het is een pracht van een tentoonstelling, omdat hij er heel mooi in slaagt om context bij het werk te geven. En om op die manier goesting te geven en eigenlijk, die mysterieuze figuur die Klaus toch wel ook voor heel velen was, in ieder geval ook wel voor mij zo'n beetje ongrijpbaar als je ook die foto's ziet. Hè, hij kijkt met een heel indringende blik zo. Hè, en met de verhalen die je hier dan eigenlijk wel kan ontdekken, ontdek je die andere kant van een schrijver. En ik denk dat dat ongelooflijk wel belangrijk is. Het is niet alleen belangrijk om een podium te geven aan schrijvers, zodanig dat mensen inderdaad uitgenodigd worden om nieuw werk of te lezen of bestaand werk terug ter hand te nemen. Om inderdaad eindelijk eens in plaats van alleen maar die eerste 50 bladzijden, de volgende 200 eventueel ook. Is een rol die wij inderdaad als stad echt wel mee willen opnemen om inderdaad te zeggen van die goesting om te lezen, die willen we inderdaad aanwakkeren. En daarbij staan in de eerste plaats schrijvers centraal. En dat is een combi die we altijd moeten proberen bijeen te krijgen. Het is niet alleen het boek, het zijn ook de makers van die boeken die daarbij horen. Goed, dan kunnen we vertrekken. Is er iets wat u wil zien vanmiddag? Want er is echt heel veel te doen, hè? Er is inderdaad ongelooflijk veel te doen, dus ik ga mij een beetje laten verrassen. Maar wat ik in ieder geval wel ga doen, ik moet bekennen, ik ben een hele grote fan van onze nieuwe stadsdichter. En zij leest straks ook een aantal van de gedichten voor hier bij de buren van het Rokkokshuis. Dus daar gaan jullie mij ook wel kunnen vinden. Goed, Leen, jij weet natuurlijk wat er allemaal op het programma staat. Is er nu al iets dat jij zelf echt niet wil missen vanmiddag? Ja, het is een verscheurende keuze natuurlijk. Hè. Waar moet je naartoe? Hier in het Letterenhuis is het. Je kan ook gewoon hier blijven. Programma. Ik heb hier 7 boeiende gesprekken op het programma staan. Om maar iets te zeggen. Maar wat ik eigenlijk ook wel wil horen, dat is Patricia Bijsens, die Klausliederen zingt in de Baravin, hier een beetje verder om de hoek. Ja, dat ga ik allemaal missen. Ja. Ik dank jullie zeer hartelijk voor dit gesprek. En we verklaren hierbij Ieder zijn Klaus, het tweede Letterenhuisfestival, voor geopend. Caroline Bastiaans en Leen van Dijk, dank u wel. En we beginnen met het eerste gesprek. Luc, kom er even bij. Klaus was dat niet alleen de man die urenlang alleen met zijn pen en zijn papier in zijn kamertje zat te werken aan dat oeuvre dat eigenlijk bijna niet te overzien is bij momenten. Ik zal je de microfoon geven. Jij wil hier zitten, hè? Ja, liefst. Ja. Maar hij trad ook op. En ook dat was altijd wel een gebeurtenis. Vanwege zijn stem, vanwege zijn timbre, vanwege zijn taal ook. Luc Horowitz, behoud de begeerte. 127 keer heb je Hugo Klaus op het podium gehad. De eerste keer, waar was dat? In Leuven, in de grote aula. Een gewoon gesprek tussen Hugo, Paul de Wispelaar en Freddy de Vrij. Ja. Over het verdriet. Het verdriet was net verschenen, dat was in 1985... Wij waren 1 jaar bezig, in 84 begonnen en in 85 dan Klaus uitgenodigd. En dat was het begin van een succesrijke samenwerking. Tuurlijk, en een hele lange rit ook, waarin jij ook de literatuur echt wel terug naar de mensen hebt gebracht. Daarvoor had je poëzieavonden van het Davidsfonds en het Willemsfonds. En dat was eigenlijk, het stof viel uit verveling van het plafond.
Maar jij maakte daar een andere gebeurtenis van. Vond Klaus dat oké? Okay? Want hij was een performer. Ik vond dat hij een goede performer was. Maar net door zijn ingetogenheid, door die dragende stem. En jij maakte er een beetje rock'n'roll van. Zag Klaus dat zitten? Ik heb hem dat ooit eens gevraagd waarom hij dat deed. Want eigenlijk had hij het niet nodig. Optreden en had bekendheid genoeg. En hij antwoordde toen, ja, gewoon om eens tussen de mensen te zijn. Ja, dat is wat een schrijver wil ook. En dan, het is vreemd, want hij heeft dat tientallen keren, dus 127 keer opgetreden voor ons. En dat waren vaak soirées, grote avonden, met volle zalen. En hij trad iedere keer op het einde op. Ja. Dus met andere woorden, hij moest de hele voorstelling in backstage wachten tot hij kon optreden. Maar dat deed hij met de glimlach. En dan zat hij vrolijk te keuvelen met de andere schrijvers. Ik heb hem nooit dronken geweten. Ja. Hoewel hij stevig kon drinken. Maar ik heb hem nooit dronken geweten. Altijd perfecte. Maar dat was ook de discipline dat hij wist. Ja. Ik moet er wel met mijn kop bij blijven. Ja. Want anders in het begin, bijvoorbeeld in 1985, toen deed hij dat niet meer. Ik heb hem een paar keer weten optreden. En toen kwam hij, trad hij op, gaf hij het interview, maar liet hij zijn teksten lezen door acteurs. Okay. En dan heb ik hem gevraagd of hij dat toch alsjeblieft zelf wilde doen, zijn tekst lezen met zijn fantastische stem. En dat ging hem natuurlijk perfect af. Ja, die stem en ook die taal, toch even zeggen, er zijn twee Vlamingen die hun eigen soort van Nederlands hebben. Dat is één Hugo Claus en twee Wiltura. Zoals zij praten, praat niemand. Ik vond het prachtig, hè? Ik heb natuurlijk gehoord met de interviews. Het was een soort van Nederlands dat hij met zijn eerste echtgenote, Ellie Overzier, zichzelf heeft aangemeten. Heeft hij dat zelf tegen jou ook zo gezegd? Van, dit is het, ik heb mezelf een soort van Nederlands gemaakt waar ik me het best bij voel. Hij was een chameleon. Hij kon zich verschrikkelijk goed aanpassen. En hij wou overal in alles de beste zijn. Dus ook in zijn taalgebruik. Okay. En ik meer mij in de zachte vernieling. Het boek dat na het verdriet komt, ging hij naar Frankrijk. En zijn Frans was toen nog niet perfect. Maar ik hoorde bijvoorbeeld van Klas van Karel Appel, dat hij zei, ja, na een paar maanden sprak hij beter Frans dan de Fransen zelf. Ja, ja. Dus hij assimileerde een bijzonder intelligente man natuurlijk. Zijn Nederlands was perfect, zijn bonmots bleef, maar kwam hij had enorm veel weetjes. Ja. Viel altijd op zijn poten. Bijvoorbeeld in 88, onze eerste grote manifestatie in het Paleis voor Schone Kunsten, Beaux-Arts, Art Beaufort, waar hij nu nog gelezen heeft, wat nu nog steeds, als je het nu nog ziet, is het vaak die opname. En toen vroeg Martin Koenen, jouw collega, een vroeger collega, meneer Claus, is het niet wat vreemd dat u zo helemaal op het eind van de voorstelling moet optreden. En toen zei hij, ja, iemand moet het doen. En het is dan ook maar niet meer dan normaal dat men dan de beste neemt. Was hij een moeilijk artiest? Want je hebt echt iedereen over de vloer gehad. De Behouten Begeerte, van Jules Deelder naar mijn goede vriend Jean-Marie Bergmans. Een van de moeilijkste mensen ter wereld. Al die ego's, al dat drankgebruik, al dat geflatteer, al die divas. Hoe zette je Hugo daartussen? Was hij een makkelijk man of was hij een van de grootste divas? Hij was by far de makkelijkste man. Echt? Ja. Ik heb ook met hem nooit over geld gesproken. Dat was niet nodig. Okay. Ik deed de voorstelling en het was goed. En, ik heb het gevoel dat hij zo heel veel ruis zit. Maar misschien moet de microfoon dichterbij gehouden worden? Ja. Sorry. Nee, is oké. Maar wat was ik nu aan het zeggen? Maar je hebt nooit over geld gepraat, nooit, het was nooit een moeilijk man om mee te werken. Ik heb nooit, wel één keer, er zijn twee heel markante momenten geweest in mijn samenwerking met Klaus. De eerste keer was, en ik weet niet meer in welk jaar, hij vroeg mij altijd, wat moet ik lezen? Vooraf meestal. En toen vroeg ik hem eens schoorvoetend, zou het niet eens het moment zijn om je klassiekers te lezen? Ja. Je evergreens. En hij zei, het is goed, ik zal dat doen. En, maar, en dat wou je dus, ik schrijf je neerlezen, zijn beroemdste gedicht. En volgens mij ook
het allerbeste liefdesgedicht in onze hele geschiedenis, literatuurgeschiedenis. Hij zei, ja, ik wil dat wel graag lezen, maar het is wel één ding dat ik zou willen veranderen. Ik zou een woord willen weglaten. En dus je weet, ik schrijf je ademen neer op gelijnd muziekpapier. Mm-hmm. En hij vond gelijnd vond dat een vergissing. En hij zei, ik ga dat niet meer lezen. Ik had het hele tournee, hij heeft het ook de hele tournee niet gelezen. Mm-hmm. En ik vond dat zo verschrikkelijk jammer, omdat net dat gelijnd muziekpapier zo mooi is. Want ja, gelijnd muziekpapier is zoals groen gras en nat water. Ja, ja, ja. Alle muziekpapier is gelijnd. Hij zei, ja, ik ga dat niet lezen, ik vind dat niet goed. Maar de hele gedicht, elk gedicht, regel per regel, zijn onsterfelijke verzen. Mm-hmm. Ook dat van gelijnd muziekpapier. En dan heeft hij het op het einde, op de laatste voorstelling van die tournee, toch... Maar omdat jij een opmerking had gemaakt, ik vind het zo erg dat je dat woord weglaat. Ja, maar dat is zo heel vreemd. Je staat dus naast iemand die een gedicht geschreven heeft waarvan je weet dat het, of waarvan je vermoedt, of dat je denkt dat het beste gedicht is, het beste liefdesgedicht dat er ooit in de Nederlandse taal is geschreven. En dan sta je daarnaast als kleine lul. En dan zeg je, ja meneer, ik zou toch liever hebben dat je woord wel gebruikt. Dat is een hele vreemde situatie. Je staat tegen een monumentenpist op dat moment. Maar hij spelen daarmee heeft het dan allemaal natuurlijk perfect gedaan. Ja. Wat ook hij altijd zei was van, ja, ik vertel van alles in interviews en een schepje er bovenop of een schepje eronderop. Heb je daar iets van gemerkt? Bijvoorbeeld bij Tournee Generaal werd hij dan geïnterviewd dat je zei, man, gisteren werd die vraag gesteld. Toen antwoordde hij dat. En nu vandaag krijgt hij die vraag. En hij antwoordt totaal iets anders. Gebeurde dat echt? En dan met uitgestreken gezicht? Nee, maar de bedoeling was natuurlijk van hem iedere keer andere interviews te geven. In de hoop dat hij dan niet iedere keer hetzelfde zou moeten zeggen. Of dezelfde vragen zou moeten beantwoorden. En dat is gelukt. En het is mij niet zo bijzonder opgevallen dat hij spelletjes speelde. Het was ook eigenlijk een promotietournee. Het ging over Belladonna, dat toen net verschenen was. Het was fantastisch ook. Ik herinner mij ook dat wij hadden dan ook nog een signeertournee ervoor. Mm-hmm. Dus iedere keer als we naar bijvoorbeeld zeg maar iets Sint-Niklaas gingen, dan waren we 's middags in de boekhandels van Sint-Niklaas. Dus ik reed iedere keer met hem overal naartoe en dan in de wagen zat hij altijd te praten. Vaak, en dat had velen mij verteld, zei, schrik niet, want meestal ligt hij na 5 minuten al in slaap, wat vaak het geval was. Maar andere keren vertelde hij allerlei anekdotes. En een van die anekdotes die ik mij blijf herinneren was verhalen uit Oostende, uit zijn gloriejaren in Oostende. Die vertelde dat hij in een vriendengroep zat, een baldadige vriendengroep, mm-hmm. en er was een processie. Een Maria-viering of zo. Ja, ja. Oei. En de praalwagen verscheen met Maria erop, zo'n jong meisje. En een van zijn vrienden zei, met die ga ik trouwen. Die ik nooit gezien dat meisje, maar zei, met die ga ik trouwen. Wat gebeurd is. Oké. Okay. Dat is inderdaad gebeurd. Maar niet diezelfde dag, hoop ik dat toch? Nee. Het rare is, later heb ik dan ook Julian Barnes ontmoet in Londen, met Klaus. En toen ik in 2013 een herdenkingstournee voor Saint-Amour met Klaus deed, wou ik Julian Barnes uitnodigen. Omdat Julian Barnes precies hetzelfde beschreven had. In een verhaal, een zeerover die een verrekijker neemt, die op een eiland een vrouw ziet staan en zei, die moet ik hebben, met die ga ik trouwen. Precies hetzelfde verhaal als dat in Oostende. Maar Barnes heeft het dan helaas niet gedaan. Met hem niet kunnen checken van wie vertelde nu het eerste verhaal? Want misschien is het verhaal nee, nog dat ouder. Verhaal, dat verhaal van Klaus is denk ik wel authentiek. Ja. Dat was het jaren, ik weet niet, de jaren 40 moet dat geweest zijn. Was hij, want je hebt een aantal echt ja, toch wel opzienbare dingen in het buitenland gedaan. Madrid, Barcelona, Londen, de opera van Parijs. Er zijn weinig mensen die dat doen, met dan ook nog Nederlandstalige schrijvers. Klaus daarbij. Voelde je toen dat die internationale doorbraak, dat zou toch wel ook geweldig geweest zijn met het oeuvre. Er is altijd ook sprake geweest, Nobelprijs of niet. Ja, je zit dan in dat kleine Vlaanderen, met Nederland in zijn geval gelukkig er nog bij. Maar die stap naar de grote wereld was moeilijk. Die tournees die jij deed met hem, of die aantal optredens die je deed met hem in het buitenland, voelde je dan die honger naar de wereld, naar meer, naar globaal succes?
Ik denk niet dat Hugo er echt mee bezig was, met zijn internationale roem. Bovendien zou dat niet, als dat al zou gebeurd zijn, zal dat niet door de activiteiten van Bouten Begeerte Nee, maar je hebt wel die dingen gedaan dat, en die waren toch, vond ik ook, ja, spectaculair. Wie deed dat daarvoor? Ja. Naar Madrid gaan, naar Londen, kom aan. Maar ook daar was hij iedere keer weer de ster, hè? Ja. Automatisch waar hij binnenkwam viel alles stil. En er was bij Klaus ook zo toch iets van een, wat je ook een beetje bij het koningshuis hebt. Als er ergens een prins of een koning passeert, dan verandert iedereen op slag in een debiel. Ja. Men vindt al zijn grapjes bijzonder geslaagd. En zo. Bij Klaus was dat eigenlijk ook zo'n beetje. Als daar liep jij dan glimlachend dat, achter. Ik heb het een paar keer gezien, een paar keer meegeweest op je tournee met Saint-Amour. En dan kwam Klaus inderdaad een aantal keren langs. En dat was ook effectief zo. Heel die backstage zat vol met allemaal, ja, toen ook veel rokende en drinkende schrijvers. En dan kwam Klaus binnen en was doodstil. Daar is God. Ja. Daar moest hij zelf toch ook mee lachen, denk ik. Ja, maar het was ook zijn lot natuurlijk. Hè. Hij had een paar interpares, een paar vrienden. En voor de rest was het allemaal eigenlijk ondergeschikt. Ja. In Parijs was Adamo nog een grotere ster dan Klaus, of toch niet? Nee, dat was een hele leuke anekdote. Adamo had net gedaan. En ik stond naast hem in de coulissen en hij stond zo, trok de gordijnen een beetje opzij. En hij zei, ik heb meer applaus gehad. dan de wel internationale verdette, ja. Adamo, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat was ook een fantastische avond, ja, moet ik zeggen. Met Adamo en, Jij was er natuurlijk ook bij de avond dat hij onwel werd. Ja. Dat was eigenlijk het eerste teken. Was er daarvoor, wist je al iets van, daar is iets aan de hand in zijn hoofd? Of nee. Was dat echt de eerste keer? Nee, we wisten niet. Maar hij was wel die avond heel, heel vreemd, al de hele avond. Hij kon niet gaan zitten. Mm-hmm. Dus hij was bang van te gaan zitten, hij was bang van te vallen. Dus wij moesten hem vasthouden om op een stoel te gaan zitten. Hij beefde. En toen ging hij op en lukte het niet. En dat waren vreselijke momenten. Ja. Ik stond samen met Connie Palmen en Jan Mulder en ik stonden in de coulissen, stonden te kijken, zagen wat er gebeurde. We wisten niet wat we moesten doen. En niemand zei, we moeten hem van het podium halen. Ja. En dan keken ze naar mij. En ik dacht, ja, ik als organisator ga Hugo Klaus niet van het podium halen. En dan heeft Connie beslist, ik zal het doen. Ja. Is Klaus dan backstage gekomen, dan zat hij daar en dan begon hij hele vreemde dingen te zeggen. Maar hij begon dan met Jeff Lambrecht, die toen presenteerde. Hij begon toen over Hölderlin, de Duitse dichter Hölderlin. Wij ongeletterden vonden dat heel vreemd en we dachten, nu is hij echt aan het doorslaan. Maar dat was natuurlijk geen toeval, want Hölderlin was een 18-19e eeuwse dichter. Een belangrijke dichter die de Duitse poëzie ook belangrijke stoot gegeven heeft. Maar die wel krankzinnig geworden is en die op het einde van het leven in een toren woonde. En hij zei tegen Jeff, ik zit in de toren van Hölderlin. Okay. En wij wisten niet waarover hij het had. Maar dat is heel duidelijk beeld achteraf natuurlijk. Bleek het heel duidelijk, want ja. Hölderlin was op het einde van zijn leven krankzinnig. En vooral, hij praatte heel veel en altijd onsamenhangend. Zij wist zeer goed wat er aan de hand was. Maar iemand die zegt dat hij in het zolderkamertje van, of in het torenkamertje van Hölderlin zit, die dat zegt, die zit natuurlijk niet in het. Nee, natuurlijk, want die beseft wat er aan de hand is. Trouwens, het jaar nadien heeft hem zijn weerwraak genomen en heeft hij goed. Want ja, dat was het begin van de tournee in Leuven, dus de rest van de tournee heeft hij niet kunnen meedoen in 2003. Nee. Maar het jaar erop heeft hij wel terug. Dan heeft hij Zeezucht gedaan, die bundel geschreven. En dan heeft hij ook toch ook een heel markant interview gegeven dat hij zei: ik heb het gevoel dat ik te weinig gedaan heb. Of dat ik, te weinig? Ja. Dat is ook heel vreemd om Hugo Klaus dat te horen zeggen. Ik heb het gevoel dat ik te weinig gedaan heb. Of dat ik niet genoeg mijn best gedaan heb. En heeft toen bij Farah Diagiri, eerst wou hij geen interview geven. En dan zei hij, ik zal het dan toch maar doen. Farah was bijna weg. Ik heb ze teruggeroepen en heeft hij een interview gegeven. Dat was een heel gevoelig interview. En dan heeft hij ook nog Saint-Amour gedaan. En dan nog één keer in Nederland. En dat is dan misschien de tournee te veel geweest.
Ja. Want toen heb ik ook nog gesprekken gehad met velen. Moeten we hem niet terugroepen? En hij heeft het toch uitgedaan. En dat was met wisselend succes. Soms was hij perfect en soms lukte het niet goed. Maar om het positief te eindigen toch. Hij genoot wel van die optredens, denk ik. Want je zit dus als schrijver maar te zwoegen. Hè, ook al vindt hij dat hij te weinig gedaan heeft. Dan kan je toch wel eens even die teksten testen met het publiek. Had hij echt het gevoel van, ah, dit werkt wel. En dit is wat minder? Of... Ik heb bijna nooit moeten aandringen om iets te doen. Ja. Hij deed het altijd. Als ik hem. Ja. En ik herinner mij, de eerste tournee van Saint-Amour deed hij niet elke voorstelling. Het was een paar dat hij thuis bleef of zo, dat ik hem niet uitgenodigd heb. En toen vroeg ik, het zat met de publieksaantallen in de andere steden. Iets minder. Lachte hij met Vlaanderen? Ik wil zeggen, hij heeft ook vaak gezegd, ja, Vlaanderen is een culturele woestenij en de kunsten worden niet geapprecieerd. Maar jij reed wel met hem rond, van Sint-Niklaas naar Genk en terug naar Leuven en terug naar daar. Ja, dan zit je in Vlaanderen. Ja, het was ook zijn... Hij was Vlaming. Hè? Ja, tuurlijk. En hij schreef heel Vlaams. Ja. Dus ik heb hem er toch nooit op. En natuurlijk, maar ja, klootzakken zitten overal. Hè. Ja. Die zitten ook even goed in Frankrijk en in Nederland. Vooral in Nederland. Ja, dat blijft hier werken, hoor. Maar ik vind het ook totaal passé. Maar ja, het blijft altijd leuk om te kappen op de Hollanders. Ter afronding. Ik weet dat het moeilijk is, maar... een of de mooiste herinnering voor jou van al die jaren dat je hem op het podium hebt gehad? In Madrid, denk ik. Ja? In Madrid was echt een fantastische avond geweest. Bomvolle zaal. Mensen in Madrid vonden het schitterend. Kregen uitsluitend lovende bewoordingen. En zondag zijn we dan gaan eten in, geloof ik, in het Hilton. In de tuin van het Hilton. Ik ben het niet helemaal zeker. Met Jan Varit en Velen. Jan Varit had het decor gemaakt ook. En ook Barcelona was ook. Maar ik kreeg met Madrid was bijzonder leuk geweest. En toen, Sander heeft hij ons dan getrakteerd in Hilton, in de tuin van Hilton. En op die tuin, de Spaanse tuin, was een tuin. Dat was een tuin. Okay. En daar zaten we dan heerlijk in. Dat was eigenlijk het leukste van mijn... Dat zie je ook in de tentoonstelling. Ik wil zeggen, een harde werker in het schrijven, maar ook... een genieter van het leven. Hè? Er is altijd fijne spijzen, fijne dranken, feest. Ja, als je Klaus en Neuvre ziet en als je ook nog daarnaast al zijn schilderwerken ziet, het is een bijzonder goede schilder ook, dan weet je niet wanneer hij dat allemaal gedaan heeft. Je vraagt, want hoe kwam die aan drinken en eten toe? Hè? We hebben ooit eens een week in zijn huis gelogeerd in Carompe in Frankrijk. Mm-hmm. En toen was hij de opvolger van... Of ik weet niet meer. Hij was een boek aan het schrijven toen. Verdomme, hoe heet dat boek niet meer? En toen, als een kantoorklerk, zei hij zelf, ging iets morgens naar zijn bureau, kwam dan 's middags aan het zwembad zitten en dan ging hij dan een tijdje door en dan 's avonds keek ik de hele avond naar, ofwel zaten we te eten, ofwel keek ik naar televisie. Mm-hmm. En dan keek hij bijvoorbeeld altijd naar Question pour un champignon, ja. Waar hij inderdaad... En dat zal ook misschien wel een beetje fabel bij geweest zijn, maar ik heb het toch meegemaakt dat hij er inderdaad iedere keer naar keek. En dan dat ook zat te bekijken van, met als iemand de vraag niet wist, dat hij zei, is het toch mogelijk dat ze die vraag... Hij wist het natuurlijk wel, in het Frans, hè. Hij wist het natuurlijk wel. Onwaarschijnlijk. En dan begreep dan niet dat ze dat niet... Dat die vraag niet komt. We gaan er straks nog over hebben met zijn goede buurman Patrick Conrad, die met hem menig spelletje Trivial Pursuit gespeeld heeft en niet vaak gewonnen van Hugo Claus. Luc Horwitz, ik dank u zeer voor dit gesprek. Graag gedaan. En binnen 10 minuutjes gaan we rustig verder over het tekenwerk en de beeldende kunst van Claus met de... Zwarte Panter, uitbater Adriaan Raamdonk. Dat is binnen 10 minuutjes.
een plug. En dan straks, hè. Ja. We straks om 3:00, dat is binnen 20 minuutjes. Maar laten we het eerst even hebben over de tekeningen, de beeldende kunst, want dat deed hij dus ook, Hugo Claus. En met wie dat beter te doen dan Adriaan Raamdok. Applausje voor Adriaan, alsjeblieft. Die dit jaar jarig is, 50 jaar de Zwarte Panterman. In december. In december, ja. 5 december. 5 december, 50 jaar. Kwam Claus toen ook al over de vloer, toen jullie opengingen in 68? Absoluut. Maar ja. Hugo Claus, ik denk dat wij, wat u zegt met die 50 jaar Zwarte Panter, dat wordt afgesloten in de erfgoedbibliotheek met een expositie van de bibliophile mappen en uitgaves die we gedaan hebben. Dus waar Hugo Claus natuurlijk bij is, hè, oktober 43 en dan het laatste boek. Het laatste boek, Woordenloos. Dus het is eigenlijk een beetje mijn afsluiting. Hoe heb jij zijn beeldende kunst en tekeningen leren kennen? Kwam hij daar bij jou mee terecht? Of had je iets van, ja, ik wil wel zien wat hij ook nog buiten zijn schrijverij doet? Eigenlijk heb ik Claus leren kennen als jongen van den buiten, zoals ze dat noemen, in het Pajottenland. Ik kom van een dorpje Pepingen.
En in die tijd, dat was zeker geen boekenwinkel of geen... En toen hadden wij de toen toch wel heel interessante krant, Het Laatste Nieuws. Toch is dat heel belangrijk geweest voor mij, omdat toen was de fameuze Jan Walraves, kunstkritiker, jazzman, die alles... op een gegeven moment verscheen er een boek, Kunst in België na 1950. Door Jan Walraves, met op de kaft Jan Cox. Mama, ik ga je opeten. Binnenin, dus ik kocht die dingen langs. En daar stonden echt... Er was een staalkaart van wat vandaag nog belangrijk is of wat belangrijk geworden is. Ik denk van Ravel, Jean Brusselmans en zo, noem maar op. En daar stond de jonge Klaus. Die stond daar tussen? Die stond daar tussen. Met wat dan? Een zwart-wit, zo een abstraherende. Ja. En toen, ja, dat was voor mij ook al zo. Ja, die Hugo Klaus. Hij tot zijn einde van zijn dagen heeft blijven maken. Hè? Dus hele simpele penseelstreken, heel abstract, maar heel, altijd heel intrigerend werk. Absoluut. Ja. En... ik denk dat Hugo Klaus een van de schrijvers is die uit de geschiedenis zelf het meeste contact gehad heeft met beeldende kunstenaars. Hè. Je mag niet vergeten van Karel Appel, Alleschinski. Ja. Alleschinski, daar kan ik u verhalen over doen. Die man die bewonderde Hugo. En, wacht, ik ben er even... ik heb dan ook, dus door die Klaus-geschiedenis, op een gegeven moment, ook in de krant, kon je de Oostakkerse gedichten kopen. Dus dat was voor mij het begin van eigenlijk Hugo Klaus, de onbekende, natuurlijk later als je dan zelf... Jan zelf, als ik dan in eind jaren 60 begon, was natuurlijk Klaus een absolute... Een mysterie, een bijzondere man. Ik maakte dan in die tijd, begin jaren 70, heb ik een paar tentoonstellingen gemaakt. Gent Actueel, Gent Actueel 1, Gent Actueel... Dus met Roubier en al die mensen. Maar Hugo Klaus was toch wel voor mij een beetje afstand. In die zin, ja, ik vond dat zo'n... het is eigenlijk sinds jaren en jaren... dat als ik Hugo zag, of op een feestje of zo, dat ik heel timide vroeg... Ja, Hugo, als het u ooit eens iets zegt, om een expositie te doen, noem maar op... dan doe ik dat natuurlijk heel graag. Dat heeft dan wel degelijk geresulteerd in een map, mijn eerste map in de jaren 90. Maar toch een hele tijd later eigenlijk. Ja. Maar toch, we hebben altijd wel, contact gehad en elkaar gezien. En ik blijf ook denken dat Hugo, dat ik een stapje voor had, in die zin, door de vriendschap met Jan Cox. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk dat... er wordt natuurlijk altijd terecht de naam Ravel genoemd. Maar ik denk dat intellectueel gezien Hugo ongelooflijk veel contact had en bewondering. En voor inderdaad Alleschinski en Jan Cox. Hij is trouwens ook naar Amerika geweest. Bij Jan Cox, toen Jan in Boston was, was hoofd van departement... schilderen in Boston dus. En ik heb nog altijd een foto, dat is heel mooi, van Hugo Klaus met Jan Cox. Dat was de toenmalige een van de fotografen van de Kennedys, Frederick Clow. Dus dat ding is... dan op een gegeven moment... Wat wil ik nu zeggen? Het is zoveel. Maar je zei daarnet, Alleschinski keek op naar Klaus, maar was het ook niet vice versa, dat hij heel erg opkeek naar die schilders, zoals hij ook een bewondering had voor grote filmregisseurs, dat hij eigenlijk meer in een timide positie zat van, goh, kon ik maar zo mooie dingen maken als zij? In een richting die eigenlijk zijn werk vlak niet was, want hij was schrijver. Ja, maar er is ooit, en dat is toch nog altijd een plezierige anekdote, want er is de film gemaakt door Bart Beyens
in de tijd met een interview ook waarin van Jan Cox en waarin Hugo zegt, en dat is dan eventjes een breuk geweest met Karel Appel, dat hij zei, ja, Cox leerde mij het infantiele van Cobra. Ook het infantiele, niet dat Cobra infantiele. Ja. Maar het infantiele, in die tijd moest je gek zijn of moest je gewoon mankementen hebben. Daar kwam het op neer. En dat is, dus wel degelijk ook een alleen, ja, zo even een sarcastisch dus bedoel, laten we zeggen, het waren toch wel mensen die ja, op dat niveau nu... Maar waar plaatst u hem? U bent de kunstkenner. Waar plaatst u zijn werk tussen die Fred Berfoots, Alechinsky, Cox, Paul van Hooijdonk? Waar plaats je Klaus ertussen? Is ja ergens achteraan of mag die er gewoon tussen staan? Wel, kijk, ik ga u nu naar de concurrentie sturen, Leen, naar de expositie van Mark Didde. En ik moet zeggen, voor mij een van de hoogtepunten in die tentoonstelling is het visuele van Hugo. Daar hangt hij naast Appel, Jorn, Alechinsky, een topwerk van hem. En hij valt niet van de muur. Dat is het grootste examen dat je okay, een kunstenaar kunt aanvoeren. Absoluut, ja. Het loopt niet van zichzelf uit schaamte de zaal uit. Nee, wij zeggen het valt van de muur. Het valt terwijl van het de muur. Soms spijtig genoeg blijft hangen, maar... Nee, mooie uitdrukking. Mijn middag is al goed. Hoe was je als schilder? Het viel van de muur. Goed. Dat is zoals wij ook zeggen in, ja, in onze termen, hè, een werk verouderd mooi. En ik moet zeggen dat Hugo zijn werk ook op een heel goede manier verouderd. Mm-hmm. En dat is trouwens de tentoonstelling die bij mij geweest is in 2004. Ja. Want dat is daar is hij met eigen werk naar jou gekomen en gezegd van, Adriaan, bekijk het eens, zit er iets tussen? U bedoelt volgens de krant. Volgens de krant las ik in de krant. Onze... Maar dat was dus niet zo. Zeer in de krant stond van... Zeer ja, respectabele kranten. Ja. Wat ze, bijna op zijn knieën stond hij voor de Zwarte Panter. Mag ik binnen? Wat mag ik binnen? Bij ons toch kwaliteitskranten noemen. En dat ik, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar ik kan wel iets zeggen over de passage die er van mij in staat. Van dat Hugo op een gegeven moment met 11 mappen of ik weet niet hoeveel... aan mijn deur stond en dat hij zich nogal timide opstelde. Wel, dan moet ik eerlijk gezegd nog een beetje tegenspreken. dat was wel degelijk het tegenovergestelde. Dus, ja. Jij gaat nu een expo doen en dit zijn de stukken die niet van de muur zullen vallen. En ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment, en dat was natuurlijk voor mij hemels... krijg ik een telefoon uit Frankrijk en van voilà, komt het werk van de Hugo Morale, want we gaan toch verhuizen en noem maar op. En komt met uw mannen en wij met een camionet, van Luxauto, hier mag je reclame maken. Ja. En naar Frankrijk, dus absoluut niet wetende wat gaan we daar meemaken. En we komen in Carompe. En inderdaad, prachtig ontvangen, was een mooie avond, daar blijven slapen. En 's morgens hebben wij al die mappen, meer dan 11, dus alles ingeladen, ook de schilderijen. En velen had gezegd, ja, voilà, als er nog wat plaats is, ook een meubeltje of wat had jou wat ingehuurd dozen, om een stiekem een verhuis te regelen eigenlijk, met alle plezier, zelf meubels van de meester vastpakken was al een soort reliquie. Hè. En ik moet eerlijk zeggen, er blijft niet veel plaats over om meubels te zetten. Dus, en wat dan eigenlijk ongelooflijk was, ja, op een gegeven moment, we rijden terug richting ons land. En op een gegeven moment begin ik zwaantjes. Hè, van die, politie. Stoppen. En we moesten stoppen en die doen teken, volgen. En voilà, de chef, de Koen, we waren chef en Koen. En een paar kilometers verder moesten we zo'n bascule oprijden. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit gedacht dat een camionet, ik heb zelf nooit met een wagen gereden, dat er maar tot een bepaald gewicht in mocht. En die twee Franse zwaantjes,
En die waren ontfladderen rondom... Lijkt op een Louis de Funès film. Ja, maar het, sorry hè, dat ik het zeg. Ja, maar dat is ook een lieveling van mij. Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen... Maar ik snap het niet, wat willen die mannen? En die legden ook niet echt iets uit. Die vragen de papieren. En die doen teken, ja, die camion hangt, een heel ding. Dus wat zochten die? Op die binnen op een camion staan Tara en Sarah, of wat is het? Ja, ja, ja. Netto gewicht en Tara, voilà. Ja. En ik zie me een keer, de Laadbrug was, ik zie me een keer zo wat geel dingen. Ik zeg, chef, doe die dingen dicht. Doe dat dicht. Doe dat dicht. En nu, oké. En dus die mannen hebben niks gezien. Dus die hadden wel gewogen, we zaten op 1600 kilo. Terwijl dat je dus een 600 kilo mocht laden, we hebben dat erna gezien. 600. Dus ze hebben ons laten gaan. Stel u voor dat dat... dus, en zo zijn we dan natuurlijk eerst bij de slechte... Maar dat waren dus heel veel werken dan. Ja, want u bent daar geëindigd, ja. Onze vriend Luc, over wat heeft die man... Maar ik moet eerlijk zeggen, het is dus inderdaad niet te geloven. Mm-hmm. Niet te geloven wat oeuvre. Ja. En dan hebben wij een tentoonstelling gemaakt, alleen op papier. Ja. He, dus zelf, de Bervoets, heeft zijn zaal... leeggemaakt. Ja. Om dat allemaal weggezet te krijgen. Met een van, voor mij, van die mooie momenten was toch wel met Hugo, toen hij zo bescheiden was, om een keuze te maken, een keuze tussen die paar duizend werken. Dus vooral op papier, want hij wou geen schilderij, niks op doek, alleen papier. Mm-hmm. En... ik moet eerlijk zeggen, ik was wel, allee, ja, zo'n beetje, ik voelde mij, ja, naast die, alleen met Hugo Claus. Ik ben nu niet hoe moet het noemen, de meest geleerde of, ik dacht, ja. En dan begon die selectie. Nu, eigenlijk moest ik niet veel zeggen. Hoe dat die man zijn eigen werk analyseerde, bekritiseerde, nooit meegemaakt. Wat hij op de hoogte was, de naam Darcher. Wie van de meeste, zelf jonge kunstenaars, kent Darcher. Hoe dat die man op de hoogte was, hoe dat hij... zo. Dus, en dan hebben wij een keuze gemaakt voor die eerste tentoonstelling. En daar is een ganse boom, eikenboom, ingegaan voor de inlijsting. Want alles is dus opnieuw ingelijst. Dus dat was zoveel dat we zeggen, oh Hugo, jongen, nee, geen probleem. Laat ons volgend jaar doen we dat opnieuw. Mm-hmm. Doen we een nieuwe tentoonstelling, aangevuld met nieuwe werken. Dus dat was eigenlijk... Na 2005 nog eens een expo. Ja, ja. Maar die is er dan niet gekomen? Die is er dan niet gekomen. Ik moet zeggen, omdat Hugo dan inderdaad... Op een gegeven moment kreeg ik ook een mailtje dat verschillende van jullie zullen ontvangen hebben. Van dat we op een gegeven moment, ik kan de tekst ook niet juist herhalen, niet moeten verschieten, moest er iets met Hugo... Enfin, in ieder geval, ik heb dus zelf meegemaakt tijdens die tentoonstelling. Dus als je een boek dan liet tekenen, dat hij tekende, meen ik je zo, dat kwam dan wel terug. Maar, dus dat was natuurlijk... maar heel die tentoonstelling is fantastisch verlopen. Maar dus het ging naar het jaar daarna. En ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij een ontzettend moeilijk in die zin... dat je voelde, ja, dat, ik zit hier toch echt met een probleem. Ik had ook mijn Veerle... Dat hoofd is toch wel een probleem in die zin. Ja, je hebt vlug het woord profitariaat, of hoe moet je het noemen. En dan hebben we dat uiteindelijk toch kunnen, tot onze grote spijt, cancelen. Maar enfin, dus ik ben in ieder geval ongelooflijk tevreden dat ik die eindtentoonstelling gedaan heb. Ik denk dat hem dat ook heel gelukkig gemaakt heeft. Wij hebben dan... 2 jaar later een reeks gemaakt, 3 luik. Hè? Jan de Cler, de Fred Bervoets en Hugo. Dus dat was ook echt fantastische momenten. Mm-hmm. Maar ook daar op een gegeven moment, dus dat was met 3, dat ze zo'n ganse reeks, waar tot nu toe eigenlijk nog geen aandacht aan besteed is, was een reeks van een 15-tal werken,
op een gegeven moment zet Hugo een datum 2020. Dus al die... Maar ik moet zeggen, dat waren ook dat waren zalige momenten. Hoor. Wat is er met al die werken gebeurd? Je komt met een hele bestelwagen uit Frankrijk, 1600 kilo kunst, of tekeningen. Zijn die dan, ja, een deel stond dan bij jou, een deel is verkocht. En wat is met al die andere dingen gebeurd? Ik heb gelukkig nog een paar foto's, mm-hmm, dat ik met zo'n machientje van als we met de camionet zijn aangekomen. Dat zijn foto's die nooit gepubliceerd zijn. Maar dat zijn wel heel plezierige foto's, zodat die een camion... dat die een camion wel zit. Ja. En... maar dan is inderdaad... die werken hebben dan... Dat heeft allemaal bij ons gestaan. Op de slaapkamer, in de gang, noem maar op. Want er waren een ganse hoop ingelijst nog. Dus dat moest allemaal... dat, niet alleen dat, maar er waren een hoop uit die kelder en dat stond bijna tussen het zand en zo. Dus wij hebben dan ook een klauwscheur van Caromp een tijd in ons huis gehad. Dat heeft er ook een paar jaar gestaan natuurlijk. Hè. Dat is een heel ding. En dan is natuurlijk ondertussen de problematiek, de problematiek. Maar ik ben heel tevreden. Eigenlijk heeft het er gestaan tot verleden jaar. Mm-hmm. Want bij mij is er een principe dat ik geen overleden kunstenaars... Ja. Ik werk wel voort, zoals met Jan Cox natuurlijk en zo. Maar dan gelukkig ook na advies... met Ronnie van der Velde gebeld. Ik moet zeggen, een goed contact gehad met Veerle. Dat is allemaal heel correct verlopen. Van wat? Hè, want ik weet niet of dat u dat weet, maar... het is ongelooflijk belangrijk van na de dood van een kunstenaar er minstens evenveel voor te doen dan tijdens zijn leven. Het klinkt misschien oneerbiedig, maar het is heel belangrijk. En dan hebben we uiteindelijk toch allemaal samen gezegd, de man die dat misschien het best kan doen is Maurice Verbaat, die nu op de ding. Dus dat werk waar is nu onder... dus nog een tentoonstelling loopt tot 24 juni, Het Plezier van België. Ja, ja. Dat zijn alleen maar erotische tekeningen, want ook... Na zijn dood 1250 tekeningen nog. Ja. Ook dat. Maar ik denk dat Maurice nu... maar ik had de opening van Jan Farid diezelfde avond... dat Maurice nu op de Mechelse Steenweg... Mm-hmm. Dat daar nu wel een tentoonstelling van Klaus is... samengesteld door Roubier trouwens. Ja. Dus ja, ook na zijn dood, we gaan zijn werk blijven appreciëren. Maar kijk, ik moet eerlijk zeggen... ik vind dat Veerle dat goed gedaan heeft. Mm-hmm. Want... heel vaak, na het overlijden van een kunstenaar, is er natuurlijk het plezier van ruzie te maken. En dat is een oude traditie. En in veel gevallen is dat absoluut de nadelen van de kunstenaars. Want wie zijn de verdedigers van een kunstenaar na de dood? Dat zijn natuurlijk ook de mensen die ooit gekocht hebben, die verzameld hebben. Ja. En je mag een verzamelaar niet alleen economisch bekijken, maar ze... Dus het is zo belangrijk. Nu stond Klaus sterk genoeg om, laat ons zeggen, bijna 10 jaar een beetje in de duiskast te gaan. Ondertussen waren natuurlijk zijn literaire dingen. Ja. Maar ik denk dat, dat de grote Klaus-tentoonstelling, laat ons zeggen, nu spreken als beeldend kunstenaar, zou eigenlijk nog moeten gemaakt worden. Want ook al die participaties van Hugo, hè, als je ziet, die, van de Cobra-boekjes tot noem maar op, wat hij allemaal... Daar zit nog een nieuwe... Het is nieuwe... onuitputtelijk. Ja, goed. Ja. Ik dank u zeer hartelijk voor dit gesprek. Veel plezier ook met je 50ste verjaardag voor de galerij. Dat is ongelooflijk. Is het al gedaan? Ja, je bent een hele goede prater. En we hebben nog veel andere mensen en nog mooie muziek. En ja, die expo met het beeldend werk van Hugo, daar zit ik zeker ook op te wachten. Ik wil toch nog één ding zeggen. Wat met Klaus. Met Klaus is er zo, die tentoonstelling hier en in Brussel en overal. Je gaat naar een tentoonstelling niet van iemand die overleden is. Meestal bij een artiest zeg je, die is gestorven dan. En dat is bijna de grootste kwaliteit. Mm-hmm. Ik denk dat hier toch wel wat anders is. Het leven straalt er vanaf. Ja. Dank u wel, Adriaan Raamdonk. Dank u. En dan nu tijd voor muziek. Hij is een van onze... bekendste en ook wel meest gewaardeerde muzikanten van het land met zijn band Absent Minded. En bedankt Adriaan. En een van de nummers die heel veel op de radio geweest zijn, die iedereen ook kent, was gebaseerd op dat gedicht van Hugo Claus Envoi. En dat gaan we dat nu horen of ga je iets anders spelen? Dat speel ik op het einde. Oké, maar in elk geval muziek Bert Tostijn.
Dank u. Nee, aanvang ga ik jullie natuurlijk niet onthouden, maar ik begin met Golden Sky. It's all too human. I am weak. I crave for release every night, again and again. Every night, again and again. I figure it out. And I will learn, and if I don't, I will burn. I'll come across, but I'll keep my head up. And if I don't, I'll get fed up. There was a piece of me, reluctant to get free. Turning in its sleep, light in the deep. Adrift in a current, light in the deep. And it keeps turning.
every day. It's not like any other day. I can't speak. Assumption, speculation, interpretation. Every time, again and again, I crave for release. Every time, again and again, and I'll figure it out, and I'll learn. And if I don't, I'll burn. I'll come across, but I'll keep my head up. And if I don't, I'll get fed up. There's a piece of me reluctant to give free, turning in its sleep, light in the deep, adrift in a current, light in the deep, and it keeps turning, light in the deep, drift in a current, light in the deep. Dank u wel. Ja, en ik sluit af met natuurlijk Enfant. Het is eigenlijk gekomen door dat ik ooit ging meedoen aan Poet Tracks. Dat was door een Nederlandse organisatie. En ik moest eigenlijk het gedicht Nu Nog van Klaus op muziek zetten. En ik was dat vergeten. En ik kom toe op die wedstrijd. En er waren een vijftal Nederlandse artiesten die met Nu Nog aan de slag waren geweest. En ik was zo die rare Belg die de opdracht niet goed begrepen had. Maar ik heb er geen spijt van gehad, want we hebben het dan op de plaat gezet. Oké. Okay. And it goes like this. Verses sink up in a bit. I never get used to this. They lived it long enough. Enough, I send them out of the house. I don't wanna wait until the toes are cold. Enough, I wanna hear the humming of the sun, a bed of my heart, hardening. Enough, they don't screw classically. They babble commonly and bluster nobly. Enough, enough, in winter their lips sleep. In spring that I fled at the first one, they ruined my summer. And in autumn it's girls and a broken heart. Another 12 lies on the sheet. I hold my hand over the head and then I'll kick him out. Enough, going past the aisles where one cent rhymes. Find somebody who cares. Enough, go now, your high feet. This is where the graves laugh when they see their guests. Enough, on carbs on top of the yard. Go now and stagger to her whom I do not know. Enough, enough, in winter their lips sleep. The spring that I fled at the first one, they ruined my summer. And in autumn is girls and a broken heart. In winter their lips sleep. The spring that I fled at the first one, they ruined my summer. And in autumn is girls and a broken heart. In winter their lips sleep. The spring that I fled at the first one, they ruined my summer. And in autumn it's girls and a broken heart. Girls and a broken heart.
Dank u wel. Merci. We hebben nog tijd. Ik wil nog eentje doen. Ja, toch? Ja, er mag er nog wel eentje bij. Hè? Patrick, je staat geprogrammeerd om 20 over. Het is nog maar 3:10. En er staan hier horden mensen te wachten om speciaal jou te zien natuurlijk. Ik wil nog wel een nummer horen. Wat zegt u? Ja, toch? Kom aan, Bert. Het volgende liedje heet Avalanche. Komt ook van het laatste album. There is nothing missing from my life, maybe a small few out of sight. A light breeze coming from over the plains, satisfied because we passed the rain. When you appeared, the sun hit the sky. I felt a shiver racing down my spine. I want to feel brand new with you. I want to make an avalanche. What comes out is a collection of words, no sentence structure. I'm just blurting out. She said, do you want my telephone number? I said, well, all right, now you knock me out. I said, well, all right, now you knock me out. Haven't figured out who to blame, the avalanche or the snowflake. When the stars fill up the sky, they got nothing on your eyes. I've been wrecking my brains all day long, and it came to this. I wanna belong. I'm a drifter who found his belief. Nobody will know me now. Avalanche. I can hang with the most of my time, feeling high from natural causes. The greater the spirit, the larger the fire. I say, well, all right, now you knock me out. I say, well, all right, now you knock me out. Dank u wel. Gonna be straightforward as you'd expect me to be. Appearances mislead us, baby. Now I see it. How short a time does it take? How short a time does it take? How short a time does it take? Making it sound. It happens all the time.
touch tonight. I got a gut feeling this will get us into trouble. Floating on this bubble, we're bound to touch soil. How short a time does it take? How short a time does it take? How short a time does it take? Making it sound like it happens, happens all the time. Happens all the time. All the time. Dank u wel. Dank u wel, Bert. We hebben het straks trouwens nog een beetje uitgebreid als we het over de poëzie hebben. Ja, over toch wel de betekenis van dat gedicht Envoi, dat niet onbelangrijk is in zijn werk. Maar dat is voor straks. Want eerst is hier een man die speciaal uit Frankrijk naar hier gekomen is. Want hij woonde daar eigenlijk als buurman van Hugo vlakbij. Hugo is weggegaan, Patrick is Schinder gebleven, maar komt nu toch terug, hoor ik, naar Antwerpen. En we gaan het met hem hebben over de buurman, de collega schrijver. En natuurlijk, samen hebben ze ook een film gemaakt, niet onbelangrijk. Dus een applausje voor de dichter, scenario-schrijver, filmmaker en natuurlijk ook gewoon schrijver, Patrick Conrad. Goedemiddag. Ja, het is hier bijna warmer dan waar je eigenlijk resideert, hè, in de Provence. Oh, man. Een harde werker, jij woonde ernaast, dus jullie schreven dan... Had jij ook zo'n ritme? Ik zal het zo vragen. We hebben dat straks al gehoord. Hugo had een strikt ritme. Als een kantoorklerk ging hij om 9:00 's ochtends of zo vroeg mogelijk aan de slag en klopte hij zijn uren. Werkte jij ook zo? Wel, voordat ik hem kende, niet. Maar hij heeft me dat echt geleerd. Hij heeft gezegd, kijk, als je iets wil waarmaken, als je een paar boeken wil publiceren in je leven, moet je hard werken en moet je 8 uur per dag... niet daarom schrijven, maar toch aan je schrijftafel zitten. Dan mag je een beetje dromen, je mag een beetje rondwandelen in je bureau, maar je bent 8 uur bezig. Ja. En dat doe ik nu toch al ongeveer een 30-tal jaar, inderdaad, dankzij hem. Dankzij hem? Ja. Dus heeft je dat, was er ook op het eind van de dag een moment, het lijkt me pijnlijk om dat te doen, dat jullie mekaars werk dan even, wil je even lezen, Hugo, wat ik vandaag gedaan heb? Dat zal ik, nee, we hebben lijkt me nooit heel een woord doen, over literatuur. Nooit erover gehad? Nee. Hij heeft 1 keer, is hij zo vriendelijk geweest om een dichtbundeltje dat ik ging uitgeven te lezen en een paar aanmerkingen te maken. Voetnotas. Ja, heel lief. Maar voor de rest spraken wij nooit over literatuur. Was dat heel moeilijk voor jou? Ik wil zeggen, je geeft je eigen werk niet aan iemand... Ja, maar aan Klaus wel. Het feit dat Klaus je bundel wil lezen, aanvaardt om het te lezen voordat hij verschijnt, dat kan je moeilijk weigeren. Dat is een hele eer. Dat was een hele eer, natuurlijk. Ja. Hoe idyllisch was dat? Ik wil zeggen, jullie zitten in de Provence. Van hieruit, ik heb het ook maar van horen zeggen. Ja, het kan niet meer idyllisch zijn dan dat, hè, snap je? In die zon daar en met een wit hemd, los hemd, en je zit wat te schrijven. Altijd mooi weer. En s'avonds om 5:00, tink... aperitief. En on va jouer de la pétanque, et voilà. Ja, inderdaad. Maar dat is ook een heel saai leven, hoor. Ja. Dat is idyllisch van hieruit bekeken. Maar tenslotte, de problemen zijn overal dezelfde. Behalve dat daar de zon misschien iets meer schijnt. Mm-hmm. En dan hier. Maar wij hadden een heel geregeld... bijna een saai leven, zoals gezegd, een beetje een aperitiefje, een beetje pétanque en dan ontzettend veel roddelen natuurlijk. Ja. En dat deed hij heel graag en ik ook. Maar hoe roddelde je? Over de mensen die hier gebleven waren. Ah ja, dus daar was dat toch wel nieuws over. Ja. En, en dan s'nachts, als we echt een heel wilde nacht tegemoet gingen, was het Trivial Pursuit. Okay. Ja. Maar veel verder ging dat niet, nee. En heel veel roken en heel veel drinken, ja.
Ja. En hij won dat ook altijd, hoor ik van de koor. Nou, wel, hij won met de pétanque. Als we zagen dat hij iets minder goed speelde, dan lieten we hem winnen natuurlijk. Dan smeet ik mijn bal wel eens in de rozemarijn, per ongeluk, om hem te laten winnen. Want als hij niet won, was de avond naar de kloten voor iedereen. Ja. Ja. Was het echt zo erg? Hugo was een winnaar. Hij zei ook, als ik schrijf, is het om de beste te zijn. Dus als ik pétanque speel, is het ook om de beste te zijn. Waarom zou ik hier staan pétanque spelen om te verliezen? Dus hij meende dat, hoor. Uh-huh. Dus we lieten hem winnen. Ja. Als hij slecht speelde, maar wij speelden heel, heel goed. Ja. Ja. Je hebt een heel mooi boek geschreven, De Getande Raadsels, over toen hij stierf. De glamour in Frankrijk, hebben jullie daar ook mooie momenten gehad? Dat je zei, ja, we zijn toch de gefêteerde Vlaamse schrijvers. Waren jullie van een zekere status in de buurt daar? Was men in de buurt op de hoogte dat jullie toch wel gerenommeerde schrijvers waren? Ja, of helemaal niet? Hij was een gerenommeerde schrijver. Ja, maar Klaus is gekend in Frankrijk, begrijp je? Nu niet bij de eerste wijnboer in de Luberon, maar hij is dan toch een figuur die uitgegeven was door Gallimard, door de heel grote uitgeverij. Dus van hem, ja, ja. Maar we hadden ook heel weinig contact met de plaatselijke bevolking of zo. Ja. Ja. Hij is vroeger teruggekomen. Jij bent er nog altijd en je hebt nog heel veel geschreven, mooie prijzen gewonnen, ook succes gehad met je laatste boeken. Jij komt nu terug. Waarom? Is het verstikkend toch om daar te zitten? Nee, kijk, ik zit al 40 jaar, hoor. Ja. Dat is heel lang. En ook Hugo kwam om de 3-4 maanden, hij was daar heel gelukkig, maar om de 3-4 maanden moest hij terug naar hier komen. Ik zei, maar waarom ga je terug? Het is hier toch fijn. En zo. Zei, ik moet mijn kop laten zien. Ja. En dat was Klaus. Dat is ook wel mercantiel ingesteld, met mijn zaak moet draaien. Als ik mijn kop, zoals hij zei, niet laat zien, dan besta ik niet meer. Dus stel je voor, na 30 jaar je kop niet laten zien, ben je eigenlijk dood voordat je dood bent. Dus kom ik even terug om nog een paar jaar te leven. Ja, ja, ja. Ja. Je bent eigenlijk wel heel belangrijk geweest ook in het leven van Klaus, want jouw beste vriendin, een van jouw beste vriendinnen, Veerle de Wit, leert Klaus door jou kennen. Ja, dat is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid. Ja. Ja, ik wist, toen ik ze aan elkaar voorstelde, wist ik niet dat het huwelijk van de eeuw ging worden. Ja. Maar ja, dat is zo gebeurd. Ze wilden absoluut. Hugo, velen werkten op mijn film Mascara als persattaché. En ik had met hem één versie van het scenario geschreven. Mm-hmm. Er zijn verschillende versies geweest. Ja, en toen heeft zij gevraagd om mij aan hem voor te stellen, want ze zei, dat is mijn volgende man. Dat zei zij? Ja, absoluut. Ja, ja. Zoals hij zei, dat, met die ga ik trouwen. Ja, ja. Wel, zij heeft exact hetzelfde met Hugo gedaan. Zij, met die vent ga ik trouwen. Een heel verdacht verhaal opeens. Ja. Ik wil nu niet in de details treden, maar ik weet nog zeer goed dat we... Ik heb dan een etentje georganiseerd, op aanvraag van velen. In de Steker La Patte in Brussel. Ja. Dat was toen zo'n beetje... Achter het Justitiepaleis was het. Ja, in de Marolle. Ja, ja, absoluut. En we zijn daar gevierd, dat was tijdens Mascara. Dus we zijn daar met 4 gaan dineren. Dat was Hugo en Veerle en Charlotte Rampling en ik. Mooi gezelschap. Dus Veerle was in de wolken, want ze zegt, als we daar ons entree gaan doen met mevrouw Rampling en Hugo... dat gaat toch een heel wat stof doen opwaaien. Ja. En niemand keek naar ons. Niemand. Dus we zijn er aan tafel gaan zitten, we zijn beginnen eten. En ik zag dat veel niet begrepen waarom niemand naar ons keek. Maar ze had niet gezien dat aan de tafel naast ons zat Donald Pleasence te dineren met Ringo Starr. En de blikken waren eerder op hen gericht dan op ons. Ja, tuurlijk. Vertel eens, want dat is natuurlijk een samenwerking die jullie gehad hebben. De film Mascara 1987. Het scenario staat erop. Hugo Klaus, regie, Patrick Conrad. Maar jullie hebben wel ook samen dat scenario bewerkt, aangewerkt. Ja, het scenario bestond en ik heb aan Hugo toen gevraagd of dat hij zo vriendelijk zou willen zijn om het eens te lezen. Mm-hmm. En een week later stond hij bij mij thuis met een volledige nieuwe versie.
Oké. Okay. Dat is diep. Dat is goed gelezen. Dus. Ja, ja, zeer goed gelezen. En een volledig nieuwe versie uitgeschreven, met de hand natuurlijk. En heeft is dat komen voorlezen. Alle personages gespeeld, zoals dat. Hè. En er waren heel goede ideeën in. En dan hebben we de dingen nog zo'n beetje vermengd. En, voilà. En dat, daarom staat hij ook op de credits als ja, ja. Mede-scenario-schrijver. En dat ging heel vlot, want ja, dan heb jij toch als een van de weinigen samen met Klaus geschreven eigenlijk, hè? Of zie je dat zo niet? Nee, nee, we zaten niet samen om te schrijven, hoor. Ja. Nee. Maar we hebben wel aan iets gewerkt waar we beide ons... Ja. Jij mocht zeggen, ik ben er akkoord mee, of niet? Ja, ja, maar tenslotte, ik was de regisseur, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Die film, ja, dat was toch wel... Je hebt daar Charlotte Rampling, Michael Sarrazin. Ja, toch wel een internationale productie, ook in 1987... Niet voor de hand liggend, hè? Nee, het is waar, hoor. Maar dat heb ik ook natuurlijk te danken aan de inzet van mijn producent toen, Pierre Drouot. Maar ik denk dat het toen, als ik me niet vergis, wel de belangrijkste internationale productie was. Een van de eerste grote want internationale producties was in Vlaanderen, want het was ook met Amerikaans geld van Canon. Die vooral Sylvester Stallone produceerde en die goed wisten dat ze bij moesten aanvangen. Maar goed... Ze hebben er toch geld in gestoken toen. Ja. Maar toch, was Hugo daarvan onder de indruk dat je dan... Ja, je maakt samen dat scenario of hij verbetert het. En die film wordt dan toch wel iets meer dan een Vlaamse boerenfilm, zal ik maar zeggen. Ja, een boerenfilm was het zeker niet. Ja, daarom ja. Ja, de Vlaamse film had in die tijd de reputatie van... Het zijn allemaal verfilmingen van de oude boerenromans. Het speelde zich niet af in Korenvelden. Voilà. Maar s'nachts met travesties. En voilà. Het was een heel zwarte film al eigenlijk. Hugo was een grote film. Hij is heel vaak naar de set gekomen. Ja. Hij was gek op film. Hè, ja. En op het filmen ook. Absoluut. En op de sfeer van filmsets. Mm-hmm. Dus hij had zijn eigen stoel met zijn naam. En dan zat hij daar te kijken hoe de jonge snaak mevrouw Rampling probeerde te regisseren. Ja. Was hij fan van Rampling? Want dat was toch een grote internationale naam. Wie niet? Ja. Ja, ze speelt nog altijd, hè? Ja, ze is ongelooflijk. Ja. Ja. Ze is een jaar ouder dan ik. En ze ziet er zeker zo goed uit. Ze ziet er zeer goed uit. Maar ze heeft meer gedaan dan ik, hoor. Ja. Debatteerden jullie soms over film? Want ja... Je bent natuurlijk ook de filmmaker en Klaus was een grote filmfan, heeft ook veel films gemaakt. Werd erover gepraat en waarover praten jullie dan? Ja, we praten over literatuur heel weinig, over film heel veel. Ja. Maar iedereen praat veel over film. Dus als ik zeg altijd, iedereen heeft twee beroepen. Dat is zijn beroep en filmcriticus. Dat zijn de twee. Ja. Dus we zagen veel films en zo. Maar... Hij had ook een hele eigenaardige verhouding tot het film maken, want hij vond zich mislukt. Ja. Zelf. Mm-hmm. Nochtans had hij De Vijanden gedraaid, die volgens mij een heel interessante film is. Een soort pastiche op de newsreels, zwart-wit na de oorlog. Als je die stukken hier terug ziet, dan denk je van, dat is toch wel bijzonder. En dat is echt met drie frangen gemaakt. Ja, Dan heeft hij Vrijdag gedraaid. Met Aronovitch voor de fotografie, dat was heel mooi, een prachtig scenario. Plus dat hij toch het zwarte schaap van de Herman Teling Studio is gaan halen om de hoofdrol te spelen, Hilde van Wijchem. Mm-hmm. Haar heeft opgedrongen aan zijn producent en daarmee een van de mooiste geschenken aan de Vlaamse cinema heeft gedaan. Mm-hmm. Omdat hij Hilde van Wijchem heeft ontdekt. Ja. En toen is er het... En dan is hij echt heel bitter geworden. Heeft hij de Vlaamse Leeuw. De Leeuw van Vlaanderen. De Leeuw van Vlaanderen gedraaid. Ja, en als je natuurlijk de Gulden Sporenslag moet insceneren. Met drie pijlen, een oud paard. En zes figuranten uit de lokale toneelgezelschap. Ja. En het was zo. Ik heb een paar scènes gezien. Ik was ook figurant. Dat kan mensen... dus niet. Dat zijn films die ontzettend duur zijn. Tuurlijk, ja. En er was geen geld en hij heeft dat toch willen doen. Als een kind dat eigenlijk een mooi speelgoed krijgt. Mm-hmm. Hij dacht dat hij enorme dingen heeft. Dat is mislukt. En hij was daar heel bitter om. Ja. Maar er zijn nog films nadien gekomen. Ja, inderdaad. En toen in 88... was ik op het idee gekomen om te zeggen, kijk, we gaan geen geld meer vragen aan de overheid,
We gaan niet meer knielen voor commissies en ministers die trouwens veel sneller voorbij komen dan ja. En weggaan. Dan, wij blijven altijd, maar de ministers die komen erbij. En ik was erin gelukt om een kleine som bij industriëlen te vinden. En de idee was om de film te maken zonder subsidies, mm-hmm. een film. Ja. En wanneer de film af was, om die dan aan een commissie voor te stellen om eventueel subsidies te krijgen. Dan was er ook geen discussie meer. Het was ja of nee, goed ja. of niet goed. En het kwam hetzelfde neer. Goed. Alleen had ik niet genoeg geld om mijn eigen project te doen. En ik heb aan Hugo gezegd, kijk, als je nu de volledige vrijheid krijgt om je onderwerp te kiezen, je acteurs, te draaien op de manier dat je wil, zonder dat de producent jou op geen enkele manier onderbreekt of tegenspreekt enzovoorts, zou je dan nog een film willen draaien? Want hij had gezegd, ik draai nooit meer. En ik produceer. Hij zegt, ja, met welk geld? Ik leg hem dat uit. Hij zegt, dat meen je niet. Ik zeg, jawel. Ik zeg, mag ik echt doen wat ik wil? Ik zeg, ja. Dus geen close-ups. Ik zeg, nee, geen close-ups. Als je geen close-ups. Was dat, de voorwaarde? Dat was de voorwaarde. Ozu. Ik zeg, ozu. Voilà. En je kiest je boek omtrent DD, dat eerst een scenario was, daarna geweigerd, daarna een roman is geworden, daarna een toneelstuk interieur. En hij zegt, dat wil ik doen. Ik zeg, oké, eenheid van locatie, alles, niet te duur. Dus haalbaar. Oké, we doen het en we hebben het sacrament gemaakt. Ja. Ja. Was hij dan, want dat is toch een film die denk ik vandaag ook nog overeind staat. Ik denk dan was wel, hij dan op het einde, de laatste keer dat ik met hem gesproken heb over het cinema, zal ik maar zeggen. Ja. Was hij dan nog verbitterd over zijn filmcarrière? Ja, hij was heel tevreden over het sacrament hoor. Hij vond, daar ook? Ja, het sacrament vond hij zelf een goede film. Het is trouwens een heel goede film. Mm-hmm. Wij waren ook geselecteerd in Cannes, hè, in de officiële selectie. Ja. Ja. Dus dan moet hij toch wel op het einde toch wel een beetje meer blij geweest zijn over die film. Met die ene film wel, ja. Met die ene, maar de rest dus niet? Niet echt, nee. Lach hem op de maag. Ja. Hoe keek hij in Frankrijk naar Frankrijk? Want Frankrijk is natuurlijk ook erg veranderd. Toen jullie daar naartoe gingen, hadden wij allemaal het soort van, we hebben het daar straks over gehad, het Louis de Funès, Frankrijk, het gezellige, Provence, Cavaillon en pasties en meloenen. Ja. Maar Frankrijk is ook veranderd. En vooral waar de plek waar wij woonden is hard veranderd. Ja, want in de jaren 70, 80. Mm-hmm. Ik zeg altijd, de wijnen waren ondrinkbaar. Heel slechte wijnen. Maar de mensen waren ontzettend leuk en gezellig. En nu is dat een beetje. De wijnen zijn zeer goed geworden. En ja, het publiek is veranderd. Ja. Ja. Is het dat ook de reden waarom jij nu weggaat? Nee, ik kom weg natuurlijk uit pure heimwee. Ik kom terug uit pure heimwee, wat dacht je? Na 40 jaar. Ja. Ja. Hoe spraken jullie over Antwerpen? Want ik denk, ja, je zit daar dan wel toch op een fijn literair eiland. Dus je bent van al het gekeuvel en al de jaloezie en het achterbakse klap, daar ben je vanaf. Ja, maar wij de achterbakse klap. Jij zat onder jullie tweeën. Ja, goed. Als je dan de glorieuze dagen, ik heb hier, hier in het centrum, als je de schrijvers toch echt goed op straat zag, waar ik jou ook zag, dat moeten toch de heftige kroegen uit die tijd, jaren 70, jaren 80, waar gingen jullie dan weg? Want dat werd toch flink gefeest hier, hè? In de jaren 70? Ja. Oh ja. Ongelooflijk. We hadden vaste kroegen, ja. We leefden 's nachts, hè. Dat was de VQ natuurlijk, een heel vreemde club, waar iedereen kwam. En dan, gewoon van de ene kroeg naar de andere. Ja. Wat doe je als je jong bent? Ja, tuurlijk. Ja. Je verkent het leven, hè? Ja. Als je terugkijkt op die tijd dat je met hem daar woonde, wat was zo voor jou een van de fijnste momenten? Ja, zeker in het begin. Begin van de jaren 89, 90, net voordat we de sacrament draaiden. Ja. Heel mooie tijd. Ja. Heel mooi. Zorgeloos. Ja. Wat zijn je plannen nu? Je komt terug naar België. Je hebt veel geschreven de laatste jaren. Ga je hier verder met de thrillers bijvoorbeeld? Of heb je andere plannen? Nee, ik heb geen andere. Nee, ik ga nog een paar boekjes schrijven. Een paar boekjes schrijven, ja. En passant. Nee, ik kan niks anders. En misschien een paar tentoonstellingen. Maar ik modder zo wat aan. Ja. Maar je hebt ondertussen ook wel een heel oeuvre, ook in kunst en al.
Durf jij op te kijken naar Klaus en zeggen van, ja, ik mag er best wel naast staan, ik heb ook een fijn huiveren, of toch? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, ik heb veel gepubliceerd, dat wil niet zeggen dat het goed is. Maar ik heb een paar goede boeken, veel gepubliceerd, misschien te veel ook gepubliceerd. Maar natuurlijk kijk ik naar Klaus. Klaus is mijn meester altijd geweest. Vanaf de eerste dag dat ik hem gezien heb, ik was een jaar of 20 en hij stond in het station in Brussel. Ik denk dat ik in mijn broek deed gewoon. Echt? Ja. Ja, ik durfde hem gewoon niet aanspreken. Dus, en dat is altijd zo gebleven hoor, dat ontzettend respect voor wat die man gedaan en geschreven heeft, dat is, en dat zal zo blijven, ik mis hem elke dag. Ja. Goed, dat vind ik een mooi einde. Patrick Conrad. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we gaan hier rustig door. Ik denk binnen een vijftal minuutjes praat ik met mijn volgende gast. Ik zoek het even op.
Alsjeblieft, ik weet niet, zitten we al... Ja, we zitten mooi op schema, hè. We hebben al veel dingen verteld over Klaus. Maar een van de meest roemruchte periodes, ze zijn allemaal roemrucht eigenlijk, is natuurlijk de periode, als ik het goed heb, 1973-1976. Klaus was gehuwd met de grote filmster Sylvia Christel. Suzanne Redhans uit Nederland, u bent columniste. U werkt aan een biografie over Sylvia Christel met Hugo Klaus. Toen ze elkaar ontmoetten, was zij nog niet de internationale ster. Dat is zo net nadien. Nee, zij was zo net bezig een internationale ster te worden. Dat riep ze al wel overal, terwijl daar eigenlijk nog geen enkel vooruitzicht op was. En het is allemaal heel snel gegaan voor haar. Want pas in 1974 komt dan die Emmanuel-film uit en dan is ze natuurlijk een wereldster. Ja. Waar hebben ze elkaar dan ontmoet? Want zij was een beetje bekend als Miss Televisie Europa of zo. Ja, zij was net begonnen in Amsterdam en ze speelde mee. Ze was bij Pim de la Parra en Wim Verstappen langs geweest. Ja. En had daar gezegd, ik wil een filmster worden, waarom ontdekken jullie mij niet? En ze heeft toen meegespeeld in Because of the Cats. Ja. En Ellie, Klaus, die deed daar de casting voor. En zij heeft Sylvia gecast voor die film. Mm-hmm. En Sylvia woonde toen nog bij haar moeder in Utrecht. En toen heeft Ellie gezegd van, nou, je moet naar Amsterdam komen. En waarom ga je niet bij Hugo wonen? Waarom ga je niet bij... Waren zij toen nog samen, Ellie en Hugo? Nee, want of zij zijn toen... Zij waren uit elkaar. Ja, zij zijn heel lang samen geweest. Maar in 1969, toen deed hij het toneelstuk Vrijdag met Kitty Coubois. En daar is hij toen verliefd op. En toen is hij bij Ellie weggegaan. En Ellie vond dat verschrikkelijk. Ja. Dus je zou denken, waar die relatie was toen wel over inmiddels. Tussen hem en Kitty. Dus je zou denken, waarom zet zij Sylvia Christel in dat huis als zij daar al zo jaloers over was? En het was inderdaad een daad van jaloezie. Hij had namelijk iemand anders op dat moment, waar hij ook mee samenwoonde. Ja. En dat was Ellen Jens. Dus hij heeft dat gedaan om Ellen Jens dwars... Het was echt om daar even iets tussen te krijgen. Ik lees hier een citaat van Klaus, die zegt... Ja, ik moest eigenlijk helemaal niks van haar hebben. Ik vond haar vreemd. Ja. Maar zoals altijd, ik word verleid door vrouwen, door de anderen. Ze is in hetzelfde gebouw komen wonen met een sluwheid die voor haar natuurlijk is. Heeft ze het zo geregeld dat ik haar wel moest ontmoeten. Ja. Maar hij kon natuurlijk, hij kon niet om haar vanzelfsprekende schoonheid of aantrekkelijkheid heen. Mm-hmm. En was het meteen liefde op het eerste gezicht? Of nee, dat een was geen liefde geduurd? Op het eerste gezicht, want ze is daar in augustus 72 komen wonen. En in maart 73, dus is een aantal maanden overheen gegaan. En waarin hij haar ook nog het huis uit heeft gezet. Want om een beetje op te vallen bij hem, ging zij allerlei mannen het huis in slepen. Toen had ze op een gegeven moment Hugo Metzers. En daar was hij zo boos over dat hij haar het huis uit heeft gezet. Maar ze had toen net die prijs gewonnen, die Miss TV Europa. En toen is ze in Hotel American gaan zitten. En daar was hij toch zo van onder de indruk dat ze het opeens... Dat ze vanaf daar naar de film zijn gegaan en toen is het iets geworden. Dus toen is ze weer teruggekomen na een week. En ondertussen is Ellen Jens daaruit gegaan. Ja. Dat is ook het moment dat hij zegt in het openbaar... Ik zei vorig jaar tegen iedereen... Op 1 januari stop ik, ik schrijf niet meer. En dat heb ik ook gedaan. En dat was net die periode met Sylvia Christel. In onze krant staat de periode dat hij het minste geschreven heeft. Mm-hmm. Wat deden zij dan met hun tweetjes? Hij schreef op zich wel. Ze gingen heel veel naar de film. Ja. Wel 3 keer per dag. Keer per dag? Ja. En dan leerde hij haar veel. Want ze was natuurlijk opeens een bekende filmster geworden. Terwijl ze helemaal niet kon acteren. En dat wist ze zelf ook. En daar werd ze heel onzeker van. Dus hij ging met haar naar de film. Want dus hij vond dat zelf ook, dat ze niet kon acteren? Ja. En dan toch die ambitie hebben om toch actrice te zijn. Ja, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ja. Het was natuurlijk opeens patsboom raak. En toen ging ze met allerlei grote Franse regisseurs spelen. En grote acteurs. En werd er heel wat van haar verwacht. Man, daarom is ze toen ook zo gaan drinken. Ja, het moet ontzettende druk geweest zijn. En had zij dan ook iets aan Klaus, die ook filmgek was... en die ook ergens schrijft, ik moet het nu helemaal citeren... Ja, ze gingen samen dus heel veel naar de film... en dan ging zij goed opletten hoe andere actrices dat deden. Om te leren eigenlijk. Om te leren, ja. Hij onderwees haar. Echt? Dus jij denkt echt dat zij veel van hem geleerd heeft als zijnde actrice? Ja. Ja. En dan kwam die film in 1974, Emmanuel, een wereldsucces. Mm-hmm. Het beeld staat nog
op posters 1000 keer te vinden. Ook vandaag nog die rieten stoel en zij zit daar met haar borstjes. Ja, dat is echt, je kan het je niet voorstellen, een soort van Jezus Christus figuur. Heel de wereld kent dat beeld, zoals Che Guevara, Bob Marley, Sylvia Christel uit die tijd. Ja. Hoe erg veranderde dat hun leven? Nou, enorm. Want zij was dus inderdaad wereldberoemd opeens. Ze ging in Parijs wonen en daar was hij meneer Christel. Ja. En dat vond hij niet zo leuk natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Dan zegt hij dan van ja, toch wel, ja, ik ben hier eigenlijk. Ja, ik ben hier inderdaad, maar ja, meneer Christel, en dan is dat ook maar zo. Hij kon daar wel mee leven. Maar u zegt, dat was helemaal niet zo. Nee, want daarbij hoorde ook dat zij opeens aanbeden werd. En bijna niet meer over straat kon. En zij speelde dus in allerlei films mee. Met allemaal interessante tegenspelers en regisseurs. Ja, waar zij wel ontvankelijk voor was. Interessante mannen ook. Directe concurrentie voor Klaus. Ja. En dat zat hem zwaar. Ja. Ja, hij verdacht haar voortdurend ervan dat ze vreemd ging. En... En was daar heel erg mee bezig. Wie zou het zijn? En dan moest ze weer met die een film spelen. En dan hij zat eigenlijk de hele dag zich af te vragen met wie ze nu weer was. Ja, maar in zijn dagboeken, die in het laatste boek met alles wat er nog in zijn schuiven lag, De Wolken, dat is een heel mooi boek, allemaal overschotjes, staan hele mooie fragmenten in waar hij over haar toch wel zegt hoe aanhankelijk zij aan hem was en hoe graag zij hem ook zag. En midden in de nacht wordt wakker gekust en zij dat ook geweldig vond, omdat ze die man lief had. Ja. Dus het was toch ook een heel positieve relatie. Ja, en ze is er in ieder geval ook altijd heel positief over blijven spreken en over nadenken. Het was haar beste relatie, denk ik. In heel en ze leven, keek enorm tegen hem op. Maar daar in Frankrijk is er wel iets gebeurd, dat ze zo plotseling een ster werd. Echt en toen heeft ze hem niet zo heel aardig behandeld. En dat weet ze zelf ook. Ja. Wanneer was het dan voor Klaus genoeg? Het hebben dan een jaar of drie hebben ze echt samen geleefd. Een kind gehad ook, hè, Arthur. Arthur. Maar op een gegeven moment had zij dus achter elkaar affaires. En daar kon hij niet meer zo goed tegen. En toen is hij weggegaan. Ja. Ja. Pijnlijk moment, zowel voor haar als voor hem. Ja. Met een kind erbij. Ja. Ja. Wat heb je daar al over gevonden? Hoe dat zij dat moet Nou, dat zij is beleefde. Daar gebleven. En ze was een beetje verbaasd dat hij wegging. Terwijl als je die dagboeken leest, dan is het, kondigt hij dat bijna elke dag aan. En zij is op een gegeven moment een tijdje weggegaan, omdat ze verliefd was geworden op iemand anders. Maar die man heeft niet zijn gezin voor haar in de steek gelaten. Dus toen kwam ze weer terug en toen dacht ze eigenlijk van nu ben ik weer terug, niets aan de hand. Ja. Maar toen was voor hem toch wel een maat vol en toen is hij weggegaan. Ja, dus heel het leven, die periode, ging natuurlijk over haar. Als je een internationale vedette wordt, dan ben je dag en nacht daarmee bezig. Ja. Had zij ook affiniteit met wat hij schreef? Las zij zijn gedichten? Ja, las zij zijn romans? Toen zij, bijvoorbeeld de allereerste keer dat zij bij Pim de la Parra op kantoor, toen kende ze hem dus nog helemaal niet. Toen deed ze dat met een boek van hem onder haar arm. Okay. Ze was zich al helemaal aan het inlezen. Ja, nee, ze heeft volgens mij 2 manuscripten van hem helemaal overgetypt. Mm-hmm. Nou, daar heb ik wel van vrienden van haar gehoord. Ze was gewoon niet gelukkiger dan dat ze zijn manuscripten over mocht typen. En toen was zij al de grote filmster. Dat was een beetje de secretaresse van de schrijver. Ja, ja. Hoe is het verder dan gegaan? Ja, je hebt dan een kind. Dat is een band voor de rest van je leven. Ja. Je relatie kan gebroken zijn, maar je hebt wel dat kind. Ja. Pijnlijk doorheen al die jaren. Arthur is op het einde van Klaus' zijn leven toch wel op goede voet met zijn vader teruggekomen en zo verder. Maar het is altijd heel erg moeilijk geweest, hè? Nou, het eerste jaar heeft hij niets meer van zich laten horen toen hij weg was. En daarna weer wel. En vervolgens is Sylvia naar Los Angeles verhuisd. Ja. Met Ian McShane, met wie ze vervolgens een relatie kreeg. En toen is Arthur meegekomen. Met Marianne, haar zusje, die vanaf het begin af aan als kindermeisje. Dat was vanaf de geboorte eigenlijk de nanny. En vanaf Los Angeles kwam hij al vaker langs. Nou nee, trouwens ook al toen, ook alweer later in Parijs, ja. Ja, ze hebben elkaar altijd opgezocht en zijn altijd goede vrienden geweest. Ja. Hoe was die relatie? Was het puur een erotische relatie? Want wat hij er ook vaak over schrijft is heel erotisch geladen. Ze hebben altijd heel veel zin in elkaars lijf en lichaam. Mm-hmm. Of was het ook toch wel een intellectuele klik?
ja, gelijkgestemde zielen? Of nou, helemaal hij was, niet? Hij was echt haar meester. Maar ze leerde ook heel graag. En ik denk dat hij dat heel erg leuk vond. Mm-hmm. Ze liet zich graag onderwijzen. Omdat ze heel graag meer... Ze las alles wat los en vast zat. Om maar verder te komen. Ja, en ze vond dat... Ze had groot ontzag voor schrijvers. Ja, dan had ze er wel eentje in huis natuurlijk. Ja. Want ze is later bijvoorbeeld ook goed bevriend geraakt met Oscar van der Boogaard. En als zij dan weggingen, ze zijn naar Los Angeles gegaan ook, dan zat hij te schrijven op de hotelkamer. En dan wilde er bijvoorbeeld een kamermeisje binnenkomen. En dan zei ze, nee, the writer is at work. Okay. Groot ontzag had ze daarvoor, en voor hem ook. Ja. Wat er ook zo'n, de legende zegt, ja, Klaus maakte grote sier met het geld van Sylvia. Was dat ook zo? Ja, Cees Notenboom heeft dat aan mij verteld. Ze waren toen met z'n allen gaan eten, met Harry Mulisch ook. En Cees was toen nog met Lisbeth List. Mm-hmm. En dan, Sylvia kreeg steeds cash uitbetaald. En dat werd dan in zo'n envelop... Echt ook heel andere tijden. Enveloppes vol met geld. Ja, envelopjes vol met geld. En dan deed hij daarna een beetje met zo'n gebaartje. Dan moest hij de envelop... Haalde hij een rolletje Franse en dan, francs? En daar betaalde hij dan mee. Geweldig, hè? Ja. Zie je in zijn werk dingen, ik weet niet wat je daar ook doet als research voor je boek, zie je in zijn werk echt dingen die voor haar geschreven zijn of die duidelijk door haar invloed tot stand gekomen zijn? Nou, dat is lastig dat Bella Donna, die roman, daarin zijn wel fragmenten uit dat dagboek te herleiden. Mm-hmm. Er werd al gezegd dat Jessica, die roman, dat ook deels op haar... geënt was. Niet heel veel volgens mij. Ja. Wanneer bent u klaar? Want dit is natuurlijk het is een heel fantastisch verhaal, maar het is ook een heel triest verhaal. Daarom is het ook een interessant verhaal om het te schrijven. Ja. Het is heel veelzijdig. Vat het even samen. Het leven van Sylvia Christel. We hebben dan het stukje nu Hugo Claus, maar het is veel meer dan dat, hè? Ja, het is veel meer dan dat. Nou ja, ze hebben dus, ik denk die jaren in Parijs, dat waren haar mooiste jaren, omdat ze toen ook alom gerespecteerd werd, ook in Frankrijk. En vervolgens is ze met Ian McShane naar Los Angeles gegaan. En daar ging het goed mis, omdat Ian McShane cocaïne in huis bracht. En toen is ze heel erg verslaafd geraakt. Ja. Ook om haar onzekerheid te verbloemen. Ja, en in die 10 jaar in Los Angeles, dat is een hele nare tijd voor haar geweest. Waarin ze echt heel erg verslaafd was. En, en ook niet meer goed werk leverde. Want ze vergat de teksten altijd. En, maar ze is dan ook teruggekomen? En ze is toen teruggekomen. Ja. Aan het eind van Los Angeles is ze getrouwd met Philippe Blow. Dat was een regisseur die een aantal hele slechte films heeft gemaakt met haar geld. Mm-hmm. En, haar geld? Ja, ze had blijkbaar getekend en ze zijn getrouwd. Er waren allerlei contracten. Hij financierde alles met haar geld. Kocht pakken van $5,000 en heeft eigenlijk al haar geld er doorheen gejaagd. En is toen met de Noorderzon vertrokken en heeft haar failliet achtergelaten. God. En dat was begin jaren 90. Helemaal berooid, ja. Ja, Philippe Blow. Kunnen we daar ons iets bij voorstellen van hoeveel verdient dan zo'n filmster? Je krijgt zo'n wereldhit, hè? Emmanuel, en dan er nog eentje. Ja, die eerste, daar heeft zij niet zo heel erg veel voor gekregen. Had ze slecht contract. Iets van $4,000 of zo. Voor de eerste film? Voor de eerste, ja. All In. God, ja. Man. En die wordt nu nog altijd verkocht. Ja. Er zijn daar 3 mensen zijn miljonair geworden met die... Oké, maar zij niet. Nee, absoluut niet. Maar ze heeft dan het grote geld verdiend met de films die daarna kwamen. Die status die ze daardoor verkreeg. Ja, ze heeft een miljoenen verdiend, maar ze is ook alles weer kwijtgeraakt. Ja. Ja, door meneer Blom. Hoe is haar relatie altijd met Arthur geweest? Want Arthur is natuurlijk erfgenaam en zoon van Klaus, maar ook van Christel, hè? Ja, zij was eigenlijk de tante die eens in de zoveel maanden langskwam met heel veel cadeaus. Hij is door haar zusje Marianne opgevoed. Ja. Vanaf het moment dat hij naar de basisschool moest. Zij was toen in Los Angeles en Marianne heeft toen gezegd van, dit is geen leven voor die jongen. Ik neem hem mee. Dus hij is mee naar Utrecht gegaan. En dan in de vakanties dan kwam hij op bezoek of zij kwam naar Utrecht. Dus dat was niet een hele goede relatie. De laatste 10 jaar van haar leven, ze heeft een tijd in Brussel gewoond, hè? Mm-hmm, ze is met Freddy de Vree een relatie gehad. En daarna, de laatste 10 jaar van haar leven, is ze teruggegaan naar Amsterdam. En daar heeft dat contact met Arthur zich kunnen herstellen. Ja. Toen gingen ze elke week eten. Heeft ze ook een film gemaakt die echt goed is, waar ze goed in was? Want ik vind het wel... Ja, toch voorbij. Ze zegt, ze kon helemaal niet acteren. Maar ze is wel een wereldberoemde actrice geworden.
Is er een film bij waar u zegt van, ja, hier was Sylvia Christel echt wel top? Nou ja, ze is zelf het meest blij met de Franse films die vlak na Emmanuel zijn verschenen. Oké. Okay. Ja, je hebt Alice et la dernière fugue of zo. Ja, die heb je. Nou, en La Marche, daar is zij blij mee. Heeft zij de films van Klaus gezien? Want hij heeft natuurlijk na haar dan toch een hele serie films gemaakt. Had zij daar commentaar op? Dat weet ik niet. Nee. Wanneer bent u klaar met de biografie? Januari 2019 gaat het uitkomen. Ja. Ik ben nu ruim 2 jaar bezig. Ik heb eerst heel veel interviews gedaan, heel veel research en nu ben ik aan het schrijven. Lijkt me ook een film die dan met een boek dat ook meteen in Frankrijk zou kunnen uitgebracht worden. Ja. En Japan. Ze was enorm populair in Japan. Is dat zo? Ja. En niet alleen van de rieten stoel. Ja, de vrouwen daar die vonden die film echt fantastisch. Ja. Die gingen joelend over de bioscoop. Heeft zij ooit royalties gekregen voor de verkoop van die rieten stoelen? Want dat is ook een... Nee. Als je zo'n stoel nu ziet, dat is Emmanuel's stoel. Nee, maar die stoel, dat was echt een toevalstreffer. Die is eigenlijk daarna, want er was eerst een hele andere poster gemaakt. Iets met een appel en een slang en eigenlijk een grafisch iets. En de film is toen uitgesteld vanwege de bioscoopwet. En in die tijd, dus in de aanloop nadat die film uit zou komen, werd zij geïnterviewd voor het tijdschrift Louis. En daarvoor is ze op de foto gezet met eigenlijk een toevallige accessoire in die fotostudio. Dus het komt uit een fotosessie voor het blad Louis? Ja. Oké, okay. En dat is het beeld dat wij dan hebben van Sylvia Christel, de Emmanuel. En die fotograaf, dat is de regisseur geworden van de tweede Emmanuel ook. Goed. Denkt u dat die paar jaren van Klaus met Sylvia samen zijn toch mooie jaren geweest? Ja. Het lijkt me heel glamorous. Parijs, geld genoeg. Ja, ik denk dat het ook een hele leuke tijd was. Parijs in de jaren 70 was ook heel erg leuk. Hè? Het was een heel klein clubje. Je had daar nog niet een modewereld. Alles was gewoon, iedereen die een beetje extravagant was op bekend, die kwam elkaar tegen. Dus ze was bevriend met Catherine Deneuve en Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Dat was allemaal één. Iedereen zag elkaar. Dus het was een hele vrolijke tijd. Ja. Goed, veel succes met je boek en bedankt voor dit gesprek. Suzanne Redhans over Sylvia Christel. Dank u zeer. En binnen enkele minuten hebben we weer wat muziek. Dat is rond 1:00 of 4:00.
Is het onder controle? Want we hebben een constante lage feedback. Anders doen we... Sorry, hallo. Ik wil nog even horen, want het is iets te fragiel met dit instrument. Ja. Het gaat lukken. Dames en heren, het volgende muzikale optreden staat voor u klaar. En ik citeer uit de programmabrochure, wordt nu opgevoerd uit het spannende repertoire. Dat vind ik op zich al een heel mooie omschrijving van Gregory Pateur en aan het indrukwekkend is het Peter Teuns. Gregory Pateur en Peter Teuns. Dus het instrument dat u hier ziet is een theorbe. Dat is een barokluid. En het is niet Peter Teuns, want dat is zijn vader. Maar het is zijn onkel, sorry. Het is Pieter Teuns. Nee, want dat stond wel degelijk zo in het programma geprint. Dus maar het is altijd leuk om dat dan zelf even te corrigeren. Wij gaan... een aantal liedjes spelen uit het repertoire van Desmona. Wij hebben zelf ook samen een project getiteld Saga, waar we met een barokorkest samen met muzikanten vanuit mijn eigen groep Desmona nieuwe muziek hebben geschreven. Daar toeren we nu al mee sinds 2011. We gaan daar trouwens ook mee optreden bij de opening van het barokjaar op het... Hendrik Conscienceplein op 3 juni. Maar voldoende informatie, muziek. Stitched wounds of our lives, left right for what it was, slept tight with you, my love. No matter what we did, we won't look back on our fool's days, where we left all our worries till the morning. The morning we tried to hide. So to dream and then to let go, whatever do they mean? Do we all have to leave? Oh, I cannot recall the day when we became this way. No matter what we did, we won't look back on our fool's days, where we left all our worries till the morning. The morning we'd render fair, we'd render, we'd render fair. Oh, the morning we'd render fair, we'd render, we'd render.
Alongside this busy world, we're led by consistent words. Could this be solid church? Forgive peace for what it hurts. Burning until we drop, glorify our changing Lord. Now we've moved on. I wonder if these are our fool's days, where we leave all our worries till the morning. The morning for others to change. For others to change. For others to change. Oh,
We gaan nu niet alleen iets nieuws voor jullie doen, maar ook iets nieuws voor ons. Dus. Maar ja, voilà. Dat is oké. Okay.
Right, dankjewel. Pieter Teuns. Prachtig. Mooi ook, close to you. Eigenlijk een beetje close to you vandaag ook, hè? Ja. Ik dacht dat het bij opzet was, maar ik dacht... Mooie nummer. The Carpenters, trouwens. Geweldig, hè? Ja, we hebben nog wat gesprekken te goed. We gaan het nog hebben over de gedichten natuurlijk. Ook over de tentoonstelling. En dadelijk over de bezige bij die... Klaus toch heel zijn leven van zeer dichtbij gevolgd heeft. Is Robert Ammerlaan nog in de zaal? Kom maar naar hier, dan beginnen we al met het gesprek. Jongens, bedankt voor de muziek. Heel, heel mooi. Kom je al nog terug? Ah ja, dat is waar, op 5 uur. Klopt, ja. Heel warm hier. Je hebt toch dingen meegebracht ook? Een uitgever zonder boeken is geen uitgever natuurlijk. Had u al een glasje water ook? Ja. Ja, we beginnen er gewoon aan. Er komen dadelijk wel meer mensen terug langs. Meneer Ammerlaan, welkom. Ik vond in het fijne citatenboek Groepsportret van Hugo Claus een heel mooi stukje waarin hij... Ja, zijn eerste ontmoeting met de bezige bij, dan praten we over februari 1952. Bert Schierbeek, geflankeerd door 2 reuzen, een mager en een volle. De heren Lubberhuizen en Schouten komen naar Oostende. Dat wordt daar natuurlijk weer heel gezellig. Er wordt uitvoerig gegeten. Wij namen te veel poescafés tot ons. En uiteindelijk belanden ze in het Oostendse nachtleven. In een of andere kroeg weer klinkt er een Duits lied... Den wir fahren gegen England. Een van die heren vraagt, mag ik eens kijken wat dat plaatje is? Haal het plaatje uit de jukebox en slaat het plaatje kapot. Waarop die kroegbaas tegen Klaus zegt, zijn dat jouw vrienden? Hij zegt, ja, maak dat je uit mijn tent weg bent. Dat was de eerste ontmoeting met de bezige bij. Ja. Mooi verhaal, hè? Mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. En echt gebeurd. En ik, hoe was uw eerste ontmoeting met Klaus? Ik moet meteen aantekenen dat de band tussen de bezige bij en Klaus dateert vanaf 1951, 52. Lang, hè? Dus onwaarschijnlijk, hè? Ja. Ik heb hem maar de laatste 10 jaar meegemaakt. En toen ik gevraagd was om uitgever van de bezige bij te worden, ging ik bij de belangrijkste auteurs op bezoek. Ja. Om kennis te maken. Hallo. Een beetje meer dan dat misschien. Ja. Om het vlees te proeven. Dus ik had Hugo wel eens eerder ontmoet, maar in die capaciteit nog niet eerder. We aten hier in Antwerpen. Ja. En maakten kennis. En dat ging meteen amicaal, want hij had een goede band met de uitgever, toch? Hij had een uitstekende band met de uitgever, hoewel kritisch. Kritisch, waarover later misschien. Ja. Maar wij kwamen meteen te spreken over Guido Gezelle. Oké. Okay. Bij wie vergeleken hij zich een kind als dichter voelde. Okay. Later bleek dat dat ook het geval was voor de dichter Lutje Bert. Mm-hmm. Als ik hem mijn bewondering uitte, met name voor zijn poëzie, dan zei hij altijd, maar vergeleken bij Lutje Bert en vergeleken bij Gezelle ben ik een baby. Okay. Maar de band werd hecht en vriendschappelijk. Mij overkwam wat de meeste mensen overkwam die kennis maakten met Klaus. Namelijk een onmiddellijke verliefdheid op het eerste gezicht. Ja.
Ik voelde dat meteen. Hij zal dat waarschijnlijk ook wel gevoeld hebben. Mm-hmm. En het is de basis geweest van een 10 jaar durende samenwerking. Ja, en wordt er dan veel over de literatuur gepraat? Of net zoals Patrick Konrak zei, eigenlijk hebben wij nooit grote gesprekken gehad over de diepgang van de gedichten, van de teksten. Was het met de uitgever wel zo? Werd daar over punten en comma's gepraat van, ja, ik zou toch als uitgever dit boek eerst doen en dan dat stuk daar zetten? Of was dat er niet, werd zeker over gepraat, hoewel de regie door Hugo zelf werd gevoerd. Tuurlijk, hè. En eigenlijk moet ik aansluiten bij wat Patrick Konrak zei. Verhalen vertellen en roddelen was meer het onderwerp van gesprek dan het uitgeefprogramma. Hoewel die natuurlijk kritisch bleef volgen wat wij deden. En het heeft uiteindelijk tot een paar mooie dingen geleid. Al is de periode die ik heb meegemaakt, al begint die bij de bloeiperiode, het einde van de bloeiperiode. En moet ik ook constateren dat ik de neergang van Klaus als schrijver heb moeten meemaken. Zoals ik dat ook van Reven en Wolkers en Moedisch heb moeten doen. Ja, wat een leven eigenlijk. Ik heb ze al wel te graven moeten dragen. U moet er een boek over schrijven. het einde der tijden van iedereen. Ja, het einde van de generatie. Ja. Maar laten we even zeggen, want ja, als je Klaus in huis hebt, het is eigenlijk een makkelijke klant. Hij levert heel veel. Waarover gingen de discussies dan? Ging het dan over de promo van het boek, de promotie van het boek, of het in de markt zetten, de covers? Het ging ook regelmatig over de uitvoering, over de covers. Maar het ging vooral ook over de internationale faam. En de internationale kant van Klaus, die kennen we natuurlijk allemaal, omdat hij na het verdriet van België bij herhaling is genomineerd. Althans, genomineerd leek te zijn voor de Nobelprijs. Tot 2 keer toe. Ik geloof dat de eerste keer dat het serieus aan de orde was dat Seamus Heaney de prijs won. Ja. Ik weet ook van mijn voorganger bij de Bezige Bij dat die op de Frankfurter Boekmessen, we hebben het over 1996, 1997, dat die grote verborgen borden in de stand had staan. Nobelprijs, Hugo Klaus. Nee, dat meen je niet. Die helaas verborgen zijn gebleven. En zoals een voetbalploeg al truitjes laat drukken, ja, we zijn kampioen, ook al zijn ze het nog niet. Ja, zo is het. Dat is een beetje pijnlijk natuurlijk. Maar internationaal, wat daar wou ik het eigenlijk met u over hebben. Hoe vaak is hij vertaald en hoeveel talen zijn dat? Ik heb het eigenlijk nooit bijgehouden. Ik denk veel, dat de belangrijkste boeken in 30, 40 talen zijn verschenen. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Maar ik heb me pas gerealiseerd hoe ongelooflijk gekend en beroemd die was toen ik bij de Bezige Bij kwam. Mm-hmm. Ik kwam van een uitgeverij, een succesvolle uitgeverij van voornamelijk internationale literatuur. Ja. Auteurs als Irving, Donna Tartt, Susan Sontag. Ik had een groot internationaal netwerk. Mm-hmm. En niemand in mijn omgeving begreep dat ik naar de zieltogende Bezige Bij ging. Men kende die Bezige Bij van vroeger nog wel een beetje, maar niet zo heel erg. En ik heb toen een soort internationale tournee gemaakt om uit te gaan leggen waarom ik die stap had gezet en wie de Bezige Bij was. Men hoorde mij welwillend aan, maar over de Bezige Bij ging het eigenlijk niet. Mijn beste zin bij de binnenkomst was dat ik de uitgever ging worden van Hugo Klaus en Harry Moedisch. Voilà. Nadere meer verklaring niet gezegd absoluut worden. Niet nodig. Ja, ja. En dat was werkelijk tot in de uithoeken van de westerse beschaving het geval. Ja, tuurlijk. Hij was ongelooflijk gewaardeerd, ongelooflijk bewonderd en ongelooflijk beroemd. Ja, grappig is natuurlijk veel vertalingen. Ik heb nog een paar citaten van hem teruggevonden. Hij was niet altijd blij met die vertalingen. En als het waar is, maar hij was natuurlijk altijd in voor wat overdrijving. Hij heeft dus het verdriet van België, toen dat in Amerika verscheen, maanden aan gewerkt, meer dan 1000 aantekeningen, waarvan er 20 correcties de uiteindelijke versie gehaald hebben. Het zal wel overdreven zijn, maar ja, hij las dat toch allemaal niet opnieuw na. Dat kan je toch niet mee bezig zijn? Nou, voor de internationale uitgaven was hij wel, hield hij de toch regie strak in handen. Ja, ja, daar en was hij dan blij met de Sorrow of Belgium? Hij moet zeker blij geweest zijn met de Sorrow of Belgium. Ja. Want het heeft zijn naam toch internationaal op de kaart gezet. Ja.
En heeft enorm veel voor hem betekend. Heeft hij ook respons gekregen van, ja, u kent John Irving, Donald Tartt. Zijn dat mensen of andere mensen in de Anglo-Saxische wereld die Klaus kennen en die zeggen toch wel een bijzondere man? Iedereen kende hem. En, echt? Ja, en iedereen had hem gelezen. Ik heb een onvergetelijk optreden van hem meegemaakt toen er in Londen een festival plaatsvond, gewijd aan de Nederlandse literatuur. Mm-hmm. In een auditorium van de British Library. Waar C.S. Notenboom en Hugo Claus samen zouden optreden. En waar het puikje van de Engelse literatuur aanwezig was. Okay. In zo'n hoogoplopende collegezaal. Ja, de aula, ja. De beide heren werden geïntroduceerd. C.S. Notenboom begon met het lezen van proza in perfect Engels en maakte een zekere indruk. Maar het moment dat Klaus achter de microfoon ging staan en eerst zijn poëzie in het Engels, in Engelse vertaling, en daarna in zijn eigen taal ten gehore bracht, je kon in die zaal een speld horen vallen. Ja. En onmiddellijk was voor iedereen duidelijk wie de echte grootmeester van deze avond was. Ja. Dat heeft een enorme indruk gemaakt. Had hij meer globaal succes gehad? Moest hij bijvoorbeeld in Londen, Glasgow of Parijs geboren zijn en niet hier in Vlaanderen? Ik vind dat hij gewoon de Nobelprijs had moeten krijgen. Ja. Toen ik bij de bezige bij kwam, heb ik me een uitspraak veroorloofd. Namelijk dat in de periode dat ik uitgever van dat huis zou zijn, dat ik zou meemaken dat voor het eerst een Nederlandstalige auteur de Nobelprijs zou krijgen. Hugo Claus of Harry Mulisch tenslotte. Ja. Ja. Het is helaas in beide gevallen niet gebeurd, maar het had wel moeten gebeuren. Het had moeten gebeuren, ja. Wat het de kleurrijkdom van het oeuvre betreft, had het denk ik toch Klaus moeten zijn. Ja, even toch die relatie. Je zat daartussen al die grote van ons literatuurlandschap. Hoeveel jaloezie was er tussen de heren en hoeveel geplekvecht en hoeveel, ja, toch haantjes de voorste gedrag. Veel toch, denken wij als buitenstanders, als liefhebbers. Hè? Ze hielden elkaar nauwlettend in de gaten. Ja. Dat staat vast, mm-hmm. Dat staat vast. Maar de relatie bijvoorbeeld tussen Mulisch en Klaus was al ouder dan die tussen Klaus en de bezige bijen. Want Mulisch leerde Klaus kennen doordat hij tijdens een autorijles als jongeman, mm-hmm, een klein ongelukje veroorzaakte met een vrouw die Ellie Overzier bleek te zijn. Ja. In Haarlem. Zo hebben Harry Mulisch en Ellie Overzier kennis gemaakt en hebben een aantal keren afgesproken, met elkaar gesproken. Mm-hmm. Waarbij Ellie verteld heeft dat zij net een nieuwe vriend in haar leven had. En okay, dat die nog interessanter en vreemder was dan Harry zelf. En, ja, dat was Hugo Claus. Maar omdat ik de periode heb meegemaakt dat beide eigenlijk niet meer schreven of bijna niet meer nieuw werk publiceerden, waren ze natuurlijk zeer benieuwd naar elkaar. Dus ik kreeg altijd van een van beiden de vraag, heb je Hugo nog gezien? Met onder de bedoeling natuurlijk, is hij met iets bezig? Heeft hij iets klaar? En wat is het en dan? Ik kon beide geen groter plezier doen dan zeggen, Harry is wel bezig, maar het wil niet lukken. Ja, het wordt niks. Of ja. Hugo probeert wel iets, maar het ziet er niet goed uit. Ja. En u kon natuurlijk ook inplannen als uitgever wanneer wat uitkwam, zodat ze elkaar nooit voor de wielen reden. Ja. Ze hebben beide het laatste proza van Klaus is dit boekje, dat ik hartelijk bij u aanbeveel. Want ja, het is de laatste novelle, het is de laatste proza dat van hem verschenen is. Het is een ongehoord mooie novelle. Mooi boek, ja. En het zegt alles. Hij schreef het min of meer op mijn verzoek als een geschenk voor de Nederlandse Bijenkorf, die een eigen boekenweek had, een eigen boekenweekgeschenk. Hij schreef dit en leverde het manuscript in en zei tegen me, dit is 100% autobiografisch, alles wat hierin staat. Ik heb de lezing ervan veronachtzaamd, want ik bij herlezing zie je dat hij in dat boekje het landschap schildert dat hij toen voor ogen had, namelijk een falend geheugen, falende taal,
Het is in dat opzicht buitengewoon ontroerend. Mm-hmm. Hier staat in wat uiteindelijk vanaf 2000 of 1999 het proces was waarbij die langzamerhand het vermogen over de taal kwijtraakte, mm-hmm, en niet meer proza heeft gepubliceerd. En het is vast geen toeval, het heeft met de generatie te maken, maar het is vast geen toeval dat dit laatste proza-werk van Hugo dateert van 2000, het laatste proza-werk van Harry Mulisch van 2001. Ze hebben daarna nog enkele jaren geleefd, Mulisch wat langer dan Klaus, mm-hmm, maar geen nieuw werk meer kunnen publiceren. Ja. Is er nu nog veel, want dit is, u heeft hier ook De Wolken bij, wat ik een fantastisch boek vind. Fantastisch. Met overschotjes, maar dat zijn geen overschotjes, want dat leest fantastisch. Ja. Dagboekfragmenten, stukken, flarden van gedichten. Ja, heel het archief zit nu hier, als ik het goed begrijp. Zit daar nog meer te wachten? We hoorden daar straks van Adriaan Raamdonk. Ja, er zijn nog 1200 tekeningen. En de erotische tekeningen lopen nu in knokken, staan daar in een tentoonstelling. Is er nog meer... de roman De Wolken is er nooit gekomen, dat weten we wel. Maar zijn er nog meer gedichten die dan er nog liggen? Er ligt nog het een en ander. Mm-hmm. Maar de grootste overwinning was vooralsnog dat ik Hugo heb kunnen overtuigen van het aanwijzen van een biograaf. Ja. Hij heeft nooit een biografie van zichzelf willen laten verschijnen. In de gesprekken die ik erover met hem voerde, schoof hij uiteindelijk op in de richting van... Moet ik het dan toch maar toestaan? Mm-hmm. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En heeft hij Piet Pirijns als zijn biograaf aangewezen. Mm-hmm. Met de strikte handgeschreven opdracht dat die biografie niet bij zijn leven zou mogen verschijnen. Uiteindelijk door de persoonlijke omstandigheden van Piet heeft hij zijn taak overgedragen aan Mark Schavers. Maar die biografie is op komst. Mm-hmm. En... is uiteraard gebaseerd op het ongemeen rijke archief dat hier berust. En dat nog zoveel bevat dat wij met rode oortjes de verschijning van de biografie tegemoet kunnen zien. Wat geweldig is. Zal daar dan eindelijk ook de grote waarheid van Hugo Claus ontbloot worden? Of blijft dit mysterie gewoon staan? Ik denk ook mensen die dicht bij hem waren, zoals u, ook zij wisten het fijne er niet van. Hij wist toch altijd heel goed... Tot hier en niet verder, of misschien daar om je op een verkeerd spoor te brengen. Ik heb het mysterie zelf nooit kunnen doorgronden. Ik heb een ervaring met hem gehad waarin hij bekende dat er eigenlijk geen nieuw werk meer kwam. Dat het niet wilde lukken. En op een dag in Amsterdam zei hij me dat hij een ontluisterend krantenbericht had gelezen. Namelijk een recensie van een... boek van de Engelse schrijver Michael Frayn. Dat is een boek dat deels gebaseerd is op een schilderij van Breugel. En Hugo zei tegen me, ik heb 120 bladzijden liggen van een boek over Breugel en nu kan ik het niet meer publiceren. Als iemand dat onderwerp voor me wegkaapt, dan is het voor hem onmogelijk om dat nog te publiceren. Ik weet niet of het archief nog 120 pagina's van een manuscript van Breugel heeft. Maar het is er wel geweest. Ik denk het niet. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat het behoort tot de mystificaties van Claus. Dat het misschien gewoon een verhaal was het hij zelf. En dat het een boek in zijn hoofd is geweest, maar niet op papier. Ja. Maar was er een echt moment, en hoe pijnlijk was het dan, dat hij tegen u zei van, kijk, er komt niks meer. Het is op, het gaat niet meer. Zo duidelijk heeft hij het niet gezegd. Mm-hmm. Omdat hij de laatste jaren bezig was met wat het boek De Wolken zou noemen. Ja. Zou heten. Het was ongelooflijk ontroerend om een jaar of anderhalf na zijn dood op bezoek te gaan bij Veerle, Claus. Die toen de stapel die op Hugo's bureau lag... voor mij op tafel uitspreiden. En daar lagen dus de aanzetten voor wat het boek De Wolken zou hebben moeten worden. Mm-hmm. En ik zie nog dat handschrift dat bijna niet meer leesbaar was. En die regels die langzamerhand van recht en verticaal naar horizontaal, mm-hmm, beneden afliepen. En die een soort ontroerende machteloosheid lieten zien. Ja. Het kwam niet meer en het wilde niet meer. Het is een beetje te zien in de expo hier. Zeker. Dat is zeer ontroerend. En dan heeft hij het waarschijnlijk op een dag ook gewoon beseft van...
Ja. Veerle had een mooi citaat in Humo dit jaar. Die zei van... Hij was daar natuurlijk helemaal... Ja, dan, heel je zijn is weg als je dat niet meer kan doen. En dat is je leven. Ja. Hebben ze hem toch kunnen zeggen... Ja, maar kijk eens achter je. Of kijk eens wat er allemaal al is. Is dit niet voldoende? Hebt u die indruk ook gehad dat hem uiteindelijk toch wel blij was... met wat hij hier achterlaat? Dat kan bijna, kan bijna niet anders, hè? Maar tegelijkertijd is het toch ook treffend om te horen dat hij in die laatste jaren nog zo'n ambitie koesterde en eigenlijk nog zo graag wilde. Ja. En die machteloosheid is iets dat, dat ik in ieder geval, die ik niet in ieder geval vergeten kan. Ja, ik dank u zeer voor het gesprek en ik kijk uit. Stel u voor dat er nog een fijn boek uitkomt over Breugel van Kluis. Goed, hartelijk Robert dank. Ammerlaan, dank u wel. Ja, dat is lang geleden ik het gelezen heb. Dank u wel. Dank u zeer. Even kijken op mijn schema. Je hebt nog zand dat je geen piano moet spelen. Mag ik spreken in de muzen? In de muzen? Ah, oké. Dat is bij mij te doen. Oké, okay, goed. Ja, ja, absoluut. Ja, kom er maar bij, Paul. We gaan dus over de poëzie hebben van Hugo Claus, want daar is er niet weinig van. En ik praat met de Vlaamse auteur, klassicus en ook literair vertaler Paul Claus. Applausje voor Paul. Je hebt Hugo's werk natuurlijk ook gelezen, geanalyseerd. En wij dachten om geen ex cathedra technische uitleg te doen, gaan we gewoon een aantal gedichten erbij nemen. En jij mag me daar toch een beetje een kader. Ik heb dus zelf gewoon wat gekozen. En ja, dat is eigenlijk een onbegonnen zaak. Als je ziet, dit zijn de verzamelde gedichten en daar zijn er nog wat thuis liggen. Maar ik ga eens beginnen met een stukje uit de Oostakkerse gedichten. De regenkoning. De regenkoning sprak... En gelovig waren mijn oren. Hier heb ik de vrouw, gevlamde anus, borstknop en navelachtige nachtschade. Daar kan geen sterveling tegen. Toen brak het rijk der onderhuid aan splinters. Regeerde deze ram uitbundig en verrukt. Niet vragen, luister niet. Het verhaal van zijn tanden drong in de vrouwen, dwingend als een zomerregen, als een vroegtijdig onderhaan in hun liezen begraven doorn. Het regende 70 dagen, de nachten waren gegolfd en zout. Onthoofde raven vielen, in alle daken spleet een oog. En sedert woont in mij, in mijn onkroond geraamte, een regenkoning die vlammen wekt. Het is een film, hè? Een film, maar dan toch wel een experimentele film, denk ik. Maar heel beeldrijk bedoel ik. Ja, maar ik denk als we aan de toehoorders zouden vragen om eventjes samen te vatten wat er hier gezegd is, dan ben ik bang dat er tamelijk weinig mensen daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Dat zijn misschien toch... dit is namelijk een van die experimentele gedichten van Claus uit de Oostakkerse gedichten. En die zijn geschreven in een tijd toen hij nog min of meer experimenteel was. Later heeft hij dat experimentalisme eigenlijk vaarwel gezegd. Hij was toen onder invloed gekomen van dichters zoals Ezra Pound en Eliot... En dat zijn eigenlijk geen experimentele dichters, dat zijn eigenlijk meer geleerde dichters. En dat zijn dus dichters die
ja, niet onmiddellijk zeggen waar het op staat, maar die allerlei citaten gebruiken, die indirecte formuleringen gebruiken en die op die manier toch heel persoonlijke dingen naar voren willen halen. En dus als je een gedicht als dit wil begrijpen, moet je eigenlijk via de hele omweg. Ja, dus je kunt niet onmiddellijk zeggen, ja, dat bedoelt hij nu, of dit zijn de gevoelens die ik uit. Nee, je moet eigenlijk via zijn bronnen gaan om te weten waarover het gaat. Ja. We kunnen dan misschien naar de titel kijken, dat is De Regenkoning. Mooi, mooi beeld, toch? Mooi beeld. Ja. Het is ook vaak niet meer gehoord sindsdien. Koning van de regen, de regenkoning. Het prachtig beeld is dat. Ja, maar het is toch ook iets heel specifieks. Ja. Het is namelijk een soort Afrikaanse hoofdman, laten we zeggen, die het kan doen regenen. Mm-hmm. Een belangrijk personage in plaatsen waar het absoluut niet regent. Sahel-landen bijvoorbeeld. Die regenkoning die wordt door Claus blijkbaar beschouwd als een soort vaderfiguur. En dat is niet zo onredelijk, omdat een regenkoning brengt vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid is bevruchten, is de vrouw bevruchten. Voor Claus, die op dat ogenblik heel jong was, voor in de 20, was de verhouding met zijn vader absoluut niet zo geweldig, om het zachtjes te zeggen. Dus dat was een soort rivaal, want die man had eigenlijk toegang tot de moeder die voor Claus eigenlijk alles was. Hij had het liever met zijn moeder gedaan dan met welke vrouw dan ook. Dus die regenkoning is zijn vader, maar die vader gezien als een soort van, ja, bijna mythische figuur. Een geweldige figuur die ook allerlei dingen doet die een gewone vader niet doet. En dan zouden we het bijna strofe voor strofe moeten lezen. Ik wil wel een poging maken, ja, maar tegen als ik te ver ga. De regenkoning sprak, dus de vader heeft het woord natuurlijk, de zonen hebben niks te zeggen. En gelovig waren mijn oren. Dus dat betekent, je luisterde. Ja, ik luister gewoon. En wat zegt die vader? Hier heb ik de vrouw. Ja, wat zou die vrouw dan zijn voor die vader? En dan volgt er een typisch experimentele passage. Gevlamde anus, borstknop en navelachtige nachtschade. Nogal moeilijk om te ontcijferen, maar het kan wel. Het is een nachtschade. Nachtschade is eigenlijk de Nederlandse naam voor de belladonna, een schadelijke bloem. Dus die vrouw is niet zo te vertrouwen. Dat is bijna een giftige bloem. En vooral 's nachts is zij bijzonder giftig. Wat is de vrouw nog? Ze is een gevlamde anus. Merkwaardig. Je zou natuurlijk eerder iets verwachten als een gevlamde vagina of zo. Maar er is dus een soort verschuiving. En die verschuiving kan je wel uitleggen. Er is zo'n ontzag voor die vagina dat ze als het ware verdoken wordt. Dus ook voor kinderen is er geen goed onderscheid tussen anus en vagina. Dat loopt allemaal een beetje door elkaar. En we moeten weten dat Claus zich hier op het standpunt zet van een kind dat naar zijn ouders kijkt en dat een groot mysterie vindt. Het wordt heel seksueel, een borstknop, ja, dat lijkt me wel voor de hand te liggen. En een navel. Dus de vrouw, zoals die door de vader wordt gepresenteerd, is wel een heel seksueel wezen. Of een totaal object, seksueel wezen. Een object, inderdaad. En dan zegt de vader, daar kan geen sterveling tegen, dat is zoiets machtigs, daar kunnen wij het absoluut niet tegen houden. Mm-hmm. En na die openbaring van de vader staat er, toen brak het rijk der onderhuid aan splinters. Dan breekt er iets in in dat rijk van dat kind, hè, dat kinderrijk waar nogal primitieve gedachten heersen, die geen goed idee heeft over wat er allemaal in het leven nog staat te gebeuren. In elk geval dat grootste daar. Het kinderrijk is voorbij, het rijk van de fantasie is voorbij, nu komt het op het ware leven aan. Dan komt de tweede strofe en dan staat er
regeerde deze ram uitbundig en verrukt. Ram staat met een hoofdletter en wie Klaus een beetje kent, die weet dat de ram eigenlijk het dierenriemteken is van de auteur zelf. Wat hier wordt gegeven is eigenlijk een soort totem. Namelijk, dus die jongen krijgt, zoals een jonge scout of zo, zijn totemnaam en dat is de ram. Die ram is een heel seksueel dier. Het is het eerste dier van het jaar. Die moet met zijn horens het jaar eigenlijk openstoten. Dus een heel seksueel symbool ook. De ram heeft natuurlijk ook allerlei ooien tot zijn beschikking. Dat is dus iets heel fantastisch. Maar je ziet, deze ram, dat is niet het kind. Dat is die vader die alle vrouwen kan krijgen. En het kind kan dat nog niet krijgen. En vandaar de soort tegenwerping. Het kind wil zich daar niet bij neerleggen en zegt dan, niet vragen, luister niet. Ik wil dat absoluut niet horen wat die vader op dat ogenblik zegt. Maar de vader gaat zijn gang. En dat gaat op deze manier. Het verhaal van zijn tanden drong in de vrouwen. Het is dus een heel agressieve soort van seksualiteit die hier wordt beschreven. Dwingend als een zomerregen. Hij is de bevruchtende regen natuurlijk. En dan als een vroegtijdig onderaan in hun liezen begraven doorn. Je ziet, dat is metaforiek, maar het is een metaforiek die heel veelzeggend is. Dus in plaats van een fallus of zowat, is het een doorn. Het is iets dat prikt ja, door. En pijn doet. Door ja. Pijn doet. Ja, ja. En in plaats van alweer die vagina krijgen we liezen. Dus het wordt een beetje, Freud zou zeggen, gecensureerd wat er eigenlijk aan de hand is. Dus die vader gaat zijn gang, is heel agressief en geeft als het ware een voorbeeld van wat seksualiteit voor die jonge zoon zou kunnen zijn. Maar natuurlijk is het zo fantastisch dat die jonge zoon daar nooit aan zal kunnen. En dan krijgen we wat de vader als regengod kan. Het regende 70 dagen, alsjeblieft. Dus vruchtbaarheid tot en met. Een vruchtbaarheid die ook kwalijke kanten heeft, want er staat, de nachten waren gegolfd en zout. Gegolfd is een soort experimenteel grapje, als je wil. Het waren golven. Het is een soort zee die door die regen wordt gemaakt. Zout bevestigt dat nog eens. Dus het is eigenlijk geen erg vruchtbare regen die daar valt. Het is een verwoestende regen. Het toch? Is een soort tsunami-achtige regen. Een zee, ja. En zout water is absoluut niet zo vruchtbaar als je zou denken. Ook voor de rest wordt het nogal pijnlijk. Onthoofde raven vielen. Dus het is een dodelijke regen. De raaf is nu wel het symbool van dood en zo. Dus dat zou nog enigszins gunstig kunnen uitvallen. Je ziet ook dat hier eventjes ook wordt gezinspeeld op het verhaal van Noach en de zondvloed. Noach stuurt eerst een raaf uit om te zien of er geen vruchtbare aarde is, maar die raaf komt terug. Daarna stuurt hij een duif. Maar die komt in dit gedicht helemaal niet voor. Dus het is niet zo'n rooskleurig beeld wat opgehangen wordt van de seksualiteit. In alle daken spleet een oog. Eigenlijk stond daar oorspronkelijk een tepeloog. Dat betekent dat die vrouw, of vrouwen in dit geval wel, gespleten wordt. Hè. Dus er komt een soort van coitus, maar nog altijd door de vader. En dan eindigt het op de volgende manier. En sedert woont in mijn ontkroond geraamte, een regenkoning die vlammen wekt. Dus de figuur van de vader wordt als het ware verinwendigd. Maar dat is natuurlijk niet een liefhebbende vader, dat is eerder een agressieve vader. Het is ook iemand die ontkroont. Je moet dan denken aan dat rijk waar hij overheid heeft. Dus die zoon die wordt ontkroond, die is niet de liefste van het gezin.
wordt zelfs herleid tot een soort geraamte, zodat hij bijna niets meer is. Maar het enige wat de vader toch overbrengt, en dat is de laatste zin, is de regenkoning wekt vlammen. Mm-hmm. Heel paradoxaal natuurlijk, de regen wekt vlammen. Want die vlam is natuurlijk een soort symbool van seksualiteit. Denk maar aan de vurige pijltjes van Eros. Mm-hmm. Dus dit inwijdingsgedicht, heel vroeg gedicht, geeft weer hoe Claus staat tegenover een beginnende seksualiteit. Heel die bundel, de Oostakkerse gedichten, gaat natuurlijk over die seksualiteit. En je ziet dat dat geen goed uitgangspunt is, mm-hmm, van liefdevolle seksualiteit of zo, geen sprake. Eerder van agressiviteit. Ja. Ook eerder van een vrouw die een dreiging, een gevaar is. Ja. En ook die man die heel dominant is en heel agressief en vlammen wekt. Inderdaad. Ja. Dus negatief beeld zowel bij de man als de vrouw. Absoluut. Dus heel die zo bezongen bundel, de Oostakkers gedichten, gaat eigenlijk over een, ja, we zouden bijna kunnen zeggen over mislukte seksualiteit. Ja. En, toen, is, en hij was toen, hoe jong was hij toen? Wat dat, het is, dit is gepubliceerd toen hij 24 was. Ja, onwaarschijnlijk eigenlijk. Ja. Toen hij net zijn eerste geliefde, Ellie Overseer, had leren kennen. Maar je ziet dat, die verhouding natuurlijk niet onder een geweldig goed gesternte begonnen is. Anderzijds is het ook zo, als we dan biografisch wat lezen, dat Ellie Overseer ook nogal verknipte ideeën over seksualiteit hadden. En had een, misschien vonden ze elkaar daarin ook. En inderdaad, in een soort van sadomasochistische verhouding hebben ze elkaar toch innig lief gehad, als je dat zo mag zeggen. Ja. Een vrij negatief gedicht over de seksualiteit, maar misschien als tegengewicht, ja, toch een heel erg mooi gedicht op Thomas, zijn vierde verjaardag. We hebben daarnet gesproken over Sylvia Christel. Het gaat over een, over zijn zoontje, denk ik dan toch. Hij zegt het wel Thomas, maar later, mijn jongetje, zo gaat de tekst. Later, mijn jongetje, word je een man. Later reikhals je als een giraf naar het hoe en het waarom. Men zal je stempelen als bagage. Men zal je kwetsen om je wens en je droom. En jij zal trachten eens en voorgoed te fotograferen hoe het hoe en het waarom van de vrouw die kantelt in je lakens, die zinkt naarmate je ontdubbelt in haar vel. En nog later, jongetje, wordt je leven een plakboek. Maar nog lange niet, nog lange niet. Op Thomas zijn vierde verjaardag. Toch positief. Hij zegt alweer, ja, bereid je maar voor op alles wat er op je afkomt. En de vrouw zit daar weer in. Maar zover zijn we nog niet, Het is een soort pendant op het vorige gedicht. In het vorige gedicht zei de vader van alles. En hij was een soort van geweldige god. Ja. Dit is eigenlijk een betere vader. Dat is een vader die een soort, die weet wat er die jongen allemaal te wachten staan. Staat eigenlijk niet veel goeds, als je het goed leest. Maar in elk geval, hij probeert hem toch een zekere raad te geven. Ja. Dus later word je man, nu reikhals je nog. Je hebt nog allerlei verwachtingen, maar pas op, die verwachtingen die zullen mislukken. Men zal je stempelen als bagage. Men zal je kwetsen, dus in die meest innerlijke gevoelens zal men je kwetsen. Maar intussen verwacht je toch naar een soort van volmaakt leven dat je zal leiden, met een vrouw waarschijnlijk. En, maar ook die vrouw blijft toch wel wat een raadsel. Dus de jongen wil fotograferen het hoe en waarom van de vrouw. Hij wil het vastleggen. Iets wat waarschijnlijk niet vast te leggen is. De vrouw die kantelt in je laken. Is een heel mooi beeld, wat je misschien visueel wel kan voorstellen. Die zingt naarmate je ontdubbelt in haar vel. Ontdubbelt is wel een mooi woord, in de zin van, Claus beschouwde mens als altijd dubbel. Dat was ook zijn verhouding toch tegenover iedereen. Dus hij liet nooit het achterste van zijn tong zien. Hij was de façade Claus. En daarachter was iets wat hij absoluut niet wilde tonen.
Maar hij dacht dat in een seksualiteit, in wat hij dan een amour fou noemt, dat dat dubbele zou kunnen ontdubbeld worden, dat daar een echte vereniging zou kunnen zijn. Heeft, ja. Dus dat, ja. is zijn wensdroom eigenlijk. Die wensdroom is waarschijnlijk toch nooit te vervullen en vandaar het nogal laconieke einde van later wordt je leven een plakboek. Dat betekent een hoop herinneringen die je hebt, goede en slechte, maar nog lange niet. Nog lange niet. Heel mooi. Hoeveel tijd hebben we nog? Want ja, ik heb hier 7000 bladzijden gedichten. Laten we eentje doen uit Dag Jij. Wat ligt hier ook, de cover ligt hier ook in de lange rij publicaties die Klaus gedaan heeft. En dan zie je, het is een heel fijn klein boekje. Met allemaal kortere tekstjes. Dit is het eerste. Ik zie haar denken. Vanavond zijn mijn kussen koud. Hoe zij zich dan in haar vertrouwde leegte stort. Mij weer mechanisch uit haar luchtledige poort naar haar geur. Het duurde uren. Verdwaald en in slaap gedraald en toen plensde je ineens uiteengerekt voor mijn bedoomde lens een wensdroom in andere kamers. Je voelt meteen weer de moeilijkheid met vrouwen of met relaties. Het is nooit, hij heeft het natuurlijk wel ook zo geschreven, maar hier zit dat toch ook weer in, dat wringende met de vrouw, of niet? Absoluut. Ja. In dit geval gaat het biografisch gelezen om Kitty Courbois, de toneelspeelster met wie hij kennis maakte zo in de jaren 70 toen hij in Amsterdam woonde. En als ik dat mag zeggen, dan is dat waarschijnlijk toch de grootste liefde van Klaus geweest. Hij heeft er ook een hele roman over geschreven, Het jaar van de kreeft. Dat is bijna letterlijk wat er toen gebeurd is. Hij heeft toen een dagboek bijgehouden en heeft bijna letterlijk die passages uit dat dagboek in de roman geplaatst. En daarin zie je dat het een beetje wanhopige liefde is. Niet zozeer wegens hem, want hij was wanhopig echt op haar verliefd. Maar omdat zij bleef aan haar vorige vriend hangen en zij kon zich ook niet helemaal geven. Hij heeft verschrikkelijk veel gedaan. En dus die hele bundel, Dag Jij, dat is trouwens een leuke bundel omdat het bestaat uit allemaal kleine kaartjes die verzameld zijn in een paars fluwelen doosje. Dus zodat je ze één voor één kan lezen en weer op verschillende manieren trouwens achter elkaar zetten. Hij heeft zelf tamelijk willekeurig deze volgorde genomen. Ik kan misschien iets zeggen over deze gedichten die eigenlijk nogal van zichzelf spreken. En dat is hoe Klaus eigenlijk schrijft op de klank. Bijvoorbeeld, het duurde uren. Verdwaald, in slaap gedraald. Dat zijn dus rijmen. Dus Klaus staat niet bekend als iemand die rijmt, maar eigenlijk rijmt hij de hele tijd. Maar dan wel binnen in het vers. En dat maakt het juist zo melodieus. En dan plensde je naar mijn bedoomde lens. Plens, lens. En dan in het laatste vers een wensdroom. En die wensdroom verwijst dan ook nog naar bedoomde lens. Dus zo wordt een gedicht een netwerk eigenlijk van klanken, wat natuurlijk bijdraagt tot de melodie en tot de prangendheid van die gedichten. Maar dat zie je ook in dat verzameld werk natuurlijk. Hij gaat alle kanten van de poëzie af en ook misschien het laatste, want onze tijd gaat snel. Envoi staat hier als laatste, denk ik, in de verzamelde gedichten. Is toch wel een beetje, zijn uiteindelijke kijk op zijn oeuvre als dichter. En hij noemde zichzelf toch ook vaak in eerste plaats een dichter. Envoi vind ik nog altijd een fantastische tekst. Mijn verzen staan nog wat te gapen. Ik word dit nooit gewoon. Ze hebben hier lang genoeg gewoond. Genoeg. Ik stuur ze het huis uit. Ik wil niet wachten tot hun tenen koud zijn. Ongehinderd door hun onhelder misbaar wil ik het gegons van de zon horen of dat van mijn hart, die verraderlijke spons die verhardt.
Mijn verzen neuken niet klassiek, ze brabbelen ordinair of brallen al te nobel. In de winter springen hun lippen, in de lente liggen zij plat bij de eerste warmte. Zij verzieken mijn zomer en in de herfst ruiken ze naar vrouwen. Genoeg. Nog 12 regels, lang op dit blad, houd ik ze de hand boven het hoofd en dan krijgen ze een schop in hun gat. Ga elders drammen, rijmen van een cent, elders beven voor 12 lezers en een snurkende recensent. Ga nu verzen, op jullie lichte voeten. Jullie hebben niet hard getrapt op de oude aarde, waar de graven lagen als zij hun gasten zien, het ene lijk gestapeld op het andere. Ga nu en wankel naar haar die ik niet ken. Ja, dit is echt toch de samenvatting van heel zijn poëzie? Ja, maar dan toch wel een heel denigrerende samenvatting van zijn poëzie. Realistisch in de zin van, hij maakt er zich ook geen illusies bij. Hij weet dat het goed is en hij is ook blij dat het er vanaf is. En hij stuurt ze de wereld in. Het is laten gaan als je een kind laat gaan. Ja, ik lees dit toch iets minder positief. Dus als er staat... Ik vind het zeer ironisch. Ik denk niet dat hij het zo negatief bedoelde. Ja, misschien moeten we toch eerst iets zeggen over welk genre het is. Dit gedicht sloot de bundel Alibi af in 1985. En het is een geschikt eindgedicht inderdaad. Envoi betekent, ja, envoyer, wegzenden. Hij stuurt dus zijn gedichten weg. En het genre bestaat er normaal in dat die gedichten gestuurd worden naar de geliefde persoon. Bij de troubadours en zo is dat natuurlijk de geliefde vrouw. Als we nu kijken naar het gedicht zelf, dan wordt dat allemaal nogal omgekeerd. Namelijk, die dichter zal natuurlijk geen prulverzen naar zijn gedicht, naar zijn geliefde sturen. Die zal zeggen... Dit is mijn beste werk, mijn speciaal beste werk voor jou. Is alleen voor jou. Dat heb ik nu speciaal voor jou geschreven. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ja, eigenlijk is het een beetje tegen mijn zin geweest dat ik dichter ben geworden. Ik zou veel liever leven. Ongehinderd door een onhelder misbaar wil ik het gegons van de zon horen of dat van mijn hart. Dus ik was, merkwaardig genoeg, liever geen dichter geweest. Ik had liever wat meer geleefd of geliefd, zoals je wil. Want kijk maar wat ik gepresteerd heb in dit leven als dichter. Ja, is toch niet zo geweldig. Mijn verzen brabbelen of brallen. Dus aan de ene kant zijn ze wat te min, of aan de andere kant overroepen ze zichzelf. En dan wordt er een heel seizoen opgeroepen. In de winter springen hun lippen. Ja, ze kunnen zich niet goed uitdrukken natuurlijk op die manier. In de lente liggen zij plat bij de eerste warmte, in plaats van verheugd op te springen en aan het werk te gaan. Ze verzieken mijn zomer. Ook dat is weer niet positief. En in de herfst ruiken zij naar vrouwen. Ja, daar krijgen we dan toch de onvermijdelijke vrouw in het werk van de Claus. En dan zegt hij, genoeg. Ik heb er genoeg van om die gedichten te houden. Ja. Ik zal ze wegsturen. Dus ze krijgen nog een schop in hun gat. Ga elders drammen, rijmen van een cent, elders beven voor 12 lezers en een snurkende recensent. Ja, dat is inderdaad de tragedie van Claus uitgedrukt. In die zin van, als je aan iemand vraagt wat is nu de grootste Vlaamse dichter, zal iedereen zeggen Claus, ongetwijfeld. Als je dan wat verder vraagt en zegt, en welk gedicht van Claus zou je dan verkiezen? Dan hoor je eigenlijk geen antwoord. Ten hoogste hoor je iets van, ja, maar die Oostakkerse gedichten, dat is geweldig. Als je dan nog een beetje doorvraagt en zegt, ja, maar waarover gaan die Oostakkerse gedichten nu net? Dan zal er een beetje gestotter aan de andere kant van de lijn zijn. Dus... Hoewel Claus een ongelooflijke faam heeft en naam als dichter, is hij toch eigenlijk een ongelezen dichter. En dat wist Claus ook.
En daar is weinig aan te doen, omdat hij namelijk geschreven heeft in een stijl die moeite van de lezer eist en die ook wat inleiding eist en die allerlei dingen eist die een normale lezer niet zo gauw wil doen. En Klaus heeft misschien ook het ongeluk gehad dat hij geen gedicht heeft geschreven wat dan toch heel toegankelijk is en dat je op bitprentjes of zo absoluut kunt zeggen. Broodzakken en karamellenversen. Ja. Dus hij schrijft voor een heel select publiek, voor 12 lezers, dat wist hij precies. Ja. En hij betreurde dat. Hij kende die ook al 12, ja. En een snurkende recensent, want die kritieken waren nu ook niet echt... Trouwens, er is nu zelfs geen snurkende recensent meer. Hè? Wie bespreekt er nog poëzie in de kranten? Oh ja. Ja. Dus er zijn nog 12 lezers. En wat doet de dichter dan? Ja, Klaus heeft ooit gezegd, je schrijft tegen beter weten in. Dus je stuurt je verzen de wereld in en je hoopt dat er ergens toch een lezer is... die daar iets aan heeft. En in Klaus' geval zou hij het liefst hebben dat die lezer een lezeres is, want hij zegt, ga nu en wankel naar haar die ik niet ken. Mooi, hè? We kunnen nog uren doorgaan, maar laten we het hierbij houden. Paul Klaus, ik dank u zeer voor deze toelichting en deze gedichten hebben een weg gevonden, niet naar haar, maar zeker naar mij. Dank u wel, Paul Klaus. Dan is het nu tijd terug voor muziek van Gregory Frateur en Pieter Teuns. En ze komen al naar hier. Ja, het is oké. Goedenamiddag. Wij zijn, zoals Marcel al zei, Pieter en Gregory. Wij hebben samen een project getiteld Saga. Dat is een soort van hybride project, om het met een chic woord of raar woord te zeggen. Dat barokmuziek met hedendaagse muziek vermengt en die thematisch gaat over de zoektocht naar een thuis en het gevoel van thuiskomen. Normaal zijn we met 6 muzikanten en dan ik als zanger. Zo gaan we het ook opvoeren voor de opening van het barokjaar hier op het Hendrik Conscienceplein op zondag 3 juni. Maar vandaag zijn wij dus met 2. En dat vinden wij ook leuk. De rest zit op het terras in de zon. Dit is een fragment uit een van die liederen uit Saga. Heavy Hearted Land. Thank you.
see me. Ja, het is een fragment omdat het een heel lang stuk is. En daar hebben we nu de tijd niet voor. Voilà. Iets anders. Sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight.
so blue. In town, they follow you all around, just like me. They long to be close to you. Spelen. Het is ook uit hetzelfde programma Saga. En zoals ik daarnet al zei, gaat het over de zoektocht naar een thuis en het gevoel van thuiskomen. En dit specifieke lied gaat over het thuiskomen in een moment. Dat kan dus overal en altijd gebeuren. En meestal wanneer je het niet verwacht. Het is getiteld A Part of a Song. A part of us all.
with the times to cherish and things to live for times to cherish and things to live for a pound. Dank u wel. Ja, de tijd vliegt als het goed is en we zijn bijna bij 5:30 en om 6:00 moeten we echt stoppen hier. Maar we gaan het nog even hebben over de geweldige tentoonstelling Achter Vele Maskers. De tentoonstelling die zo uitgebreid is dat we het er zeker makkelijk nog 30 minuten over gaan hebben. Johan van Hekken en Hilde van Mieghem, kom er even bij. Applaus. Je mag kiezen waar je gaat zitten. Is dat oké? Ja. Ik was gisteren nog eens geweest voor de 3e keer, want ik vind ook deze tentoonstelling, je krijgt dat niet verwerkt op 1 keer. Op een uur. Hè. De eerste keer ga je er binnen en dan ben je 1 uur bezig. 1 uur is al lang. En dan hebben we 1 uur en 1 kwartier. En dan denk ik, man, poeh, too much. Terug buiten. Een week later terug. Ah, dit heb ik niet gezien, dat heb ik gezien. Het is zoveel. En wat lazen we dan gistermiddag? Hè? We waren toch samen hier beneden naar het gastenboek aan het kijken. Mooie expo, maar volledig is ze niet. Ja. Ja, dat denk ik, maar dit is al... Natuurlijk, het kan nooit volledig zijn. Ja, heb jij diep gezucht? Dan heb je 5 zoonzalen nodig, of voilà. 10 zoonzalen nodig. Dat is punt 1. Ik vind die ruimte veel te klein, toch? Ja, ik ben blij dat ze niet nog groter was. Ja. Maar hoe diep heb je gezucht toen men met dat voorstel kwam? Je weet, heel de kelder ligt hier vol met... Ik weet niet hoeveel mooie materiaal, daar weet je alles van. En dan moet je daar een keuze uit maken en dan moet je super streng zijn. Dus nee, maar wacht hoor, want nu stel je veel vragen tegelijk. Ja. Dus de eerste keer dat ze mij vroegen, Leen van Dijk,
de, hoe moet ik dat noemen? Directeur, de directrice van, ja, van het Etterhuis. Die vroeg me, en dan heb ik heel lang getwijfeld. Want ik had echt zoiets van, durf ik dat wel? Kan ik dat wel? En toen ben ik daar met Veerle, de vrouw van Hugo, over gaan praten. En die zei, ik zou dat niet doen. Je gaat heel de academische wereld over je heen krijgen. En toen die raadde het je af? Ja, die raadden het mij af. Oké. Die zei, Hilde, echt, je gaat al die literatoren en de academische wereld over mij krijgen. En dat is dan weer mijn karakter. Toen dacht ik, ik doe het. Dan wel. Ja, dat is typisch. Laat ze maar komen. Ja, als je mij angst inboezemt, ja, dan ben ik de eerste om te zeggen, dan ga ik. En dus, dan begon het, hè. Maar dan begon het. En dan kwam ik hier. Gelukkig had ik deze man in de buurt. Je had een paar dozen klaargezet. Dan stel ik mij dus volledige bestelwagens vol, hè, zoals Adriaan Raam ook dat zei. Als het letterenhuis afbrandt, dan is hier een levend archief. Hij weet alles. Alles. Alles waar het ligt, waar het uitkomt, waar het naartoe gaat. Waar... Alles. Het is ongelooflijk. Maar dus ik begon dan met hoeveel van die mappen zijn er? 426? Er zijn ondertussen een paar meer nog, maar ja, dus, laat ons zeggen 500. Hè. Pas op, hè, dat zijn geen mappen. Hè. Dat zijn dozen waarin dan nog eens 10, 15 mappen zitten. Hè. Toch? Ja, het is inderdaad, ja, het is inderdaad gigantisch veel. Hè. Dus een, en dit, begin je is dan bij map 1? Of, ik ja, ben begonnen bij map 1. Je kent natuurlijk Hugo, zijn werk, zijn films. Had je dan al een idee van, dat gaat de grote lijn zijn? Nee. Of zijn levensloop, hè, van het begin tot het einde? Nee, dat is allemaal tijdens het doorvroeten van dat archief gekomen. Ja. Ik ben begonnen bij nummer 1 en geëindigd bij de laatste map. En er is niet één papiertje dat ik niet in mijn handen heb gehad. En ik ben gewoon puur emotioneel beginnen kiezen. Wat raakt mij? Dat heb ik opzij gelegd. En ja, daarna, dat was dan nog 10 keer meer dan wat er... En dan moesten we dat weer gaan focussen en verder meer. En ik kwam gewoon tot de ontdekking hoe ongelooflijk belangrijk de oorlog was voor Hugo. Ja. Hoeveel invloed dat op zijn leven heeft gehad tot aan zijn dood. Mm-hmm. En de liefde natuurlijk. En toen had ik die twee thema's. Dat maakte het al ietsje simpeler om te gaan kiezen. En dan heb ik uiteindelijk besloten om autobiografisch te werken, dat volgens zijn levenslijn. Ja. En voilà, zo is dat er gekomen. Plus, we hadden ook een groep deskundigen, waaronder Wildemeers, professor Wildemeers, waaronder Mark Schavers, zijn biograaf. Ja. Waaronder Kevin Absilis, ja, een heleboel mensen die daar allemaal veel meer van weten dan ik. Ja. Ik heb ook een paar keer uitgeroepen, Leen, waarom heb je niet van hen gevraagd, waarom mij? En toen zei ze, ja, omdat jij er anders naar kijkt. En dat, voilà. Oh, jij er emotioneel naar kijkt. Wat dat vind ik ook heel mooi aan de tentoonstelling is, door heel vaak zijn handschrift te zien en persoonlijke dingen en die grote foto's. Ja, je zit bij hem op schoot, hè? Precies. Je voelt hem bijna fysiek aanwezig. Ja. Dat is dan natuurlijk haar aanpak. Jij dat was zou het absoluut heel mijn bedoeling. Categoriek en op dag 1 en zo verder... Denk ik dan. Ja, ik zou dat uiteraard anders gedaan hebben. Ja. Maar daar, mensen hebben mij ook gezegd van, ja, maar waarom heb je George Wildemeers niet gevraagd? Dat is toch, want Hilde van Michum weet toch niks over Klaus. Maar zo werkt het niet natuurlijk, want nu weet ik van alles over Klaus, omdat ik het Klaus-archief heb geclasseerd, maar tevoren wist ik ook niet zoveel over Klaus. De dingen die je zelf gelezen hebt en zo verder. Je groeit daarin en Wildemeers weet gigantisch veel over Klaus. Wildemeers weet... Ja, bij wijze van spreken alles. Maar als hij een tentoonstelling maakt, maakt hij iets totaal anders. En Hilde heeft dat inderdaad heel emotioneel gedaan. Ik weet nog dat jij in het begin zei van, ik ga dingen doen rond taal, want ik wil vooral rond die taal werken. Ja. Dus dat is een eerste uitgangspunt. En dan is het eigenlijk, het is heel spontaan gegroeid wat er ging komen. Ja, en wat ik ook wilde van in het begin was dat de overdondering die ik voelde, die wilde ik ook teweeg brengen bij die het publiek. Heb je zelfs na 3 keer, ik ben nu 3 keer geweest en ik kom elke keer buiten van man. Dat gevoel wilde ik geven. De laatste boekje, laat dat maar liggen. Ik kan het niet meer aan. Ja. Wat ik wel goed vind, om dan toch tussen die veelheid, zie je gewoon de opeenvolging van al die covers en van al die werken. Het geeft toch ook een soort van ruggengraat. Ja. Is dat dan jouw invloed? Meer nee, dat is eigenlijk... Categorisch? Nee, dat komt van Nick Kortekaas. Ja, dat idee komt van Nick Kortekaas. Ik vond het mooi om op die manier gewoon er doorheen te wandelen. Ja. Snap je? Dat kan je gewoon omheen wandelen. Dus het plan was wel om al zijn werk ook te laten zien. Maar Nick is dan met het idee gekomen om al die boekcovers daar te leggen. Ja, want dat zegt ook veel over de tijd en al. Hè? Ja, ja. Wat ik ook mooi vond was... Ja, je ziet hier natuurlijk zoveel jaren, zoveel decennia...
stijlen, kledingstijl. Ja. Als je die foto's ziet van de jaren 50, de diners van de literatoren, iedereen is daar stijfdeftig met bestek. En dan de laatste foto is een Kees van Kooten, iedereen verkleed. Ja. Ja, holla! Maar wel waarschijnlijk even leuke avonden. Een constante is wel, feesten mocht wel in Hugo's leven. En goed eten en drinken. Goed eten, goed drinken, ja. En vrienden, ja, dat was zeker een constante, ja. Ja. Heb je reacties gekregen van ja, collega's van hem? Sees Notenboom, heeft hij het gezien? Vindt hij het een goeie bijvoorbeeld, die hem toch heel goed gekend hebben? Dat weet ik niet, maar ik heb wel reacties gekregen van mensen die hem heel goed... Ik krijg heel veel mail en veel fanmail. Ja. Mensen zijn werkelijk zeer blij met deze tentoonstelling. Mijn idee was ook, ik heb er straks bij het begin van de namiddag gezegd tegen Leen, eigenlijk moet dit een permanente tentoonstelling zijn die je eigenlijk om de 6 maand weer kan wisselen met andere dingen die hier nog in de kelder blijven liggen en ongezien worden. Zou dat mogelijk zijn? Ja, hij is toch tenslotte een van de grootste van de vorige eeuw, hè? Ja, en daar komt ook geregeld nog wat bij, omdat er is... Want we hebben een gigantisch Claus-archief, maar het is ook heel onvolledig, omdat Hugo Claus heel veel verkocht heeft tijdens zijn leven, verkocht en weggegeven heeft. Er zit ontzettend veel bij privépersonen. Als je nu naar de slechte gaat, zie je daar ik weet niet hoeveel handschriften liggen. Die hebben wij niet, die zitten bij privépersonen. Wij hopen dat geleidelijk aan die dingen wel allemaal hier terecht zullen komen. Maar een van de dingen bijvoorbeeld die er niet ligt en waar wij allebei heel veel spijt van hebben, is dat er bijvoorbeeld een bruid in de morgen... Ja, we hebben dan, het handschrift is er niet, dus je kan het niet tonen. Dus het is geen handschrift, geen manuscript? Nee, dus dat zit bij iemand. Maar ja, we hebben het niet, dus we kunnen het niet tonen. Dat is zo simpel. Is dat ook de metsiers en de Hondsdagen? Ja, die handschriften zijn verkocht in privébezit. Die zijn naar een museum gegaan in Brussel dat ondertussen failliet is. En die handschriften liggen ergens... in afwachting dat proces loopt of zo. Dus die dingen zijn er gewoon niet. Dus dat kunnen we niet tonen. Gelukkig hebben we daar... Er is ook zoveel, er zijn ook drukproeven. We hebben wel ergens fragmentjes, bijvoorbeeld van omtrent TD hebben wij 1 bladzijde. En die ligt in de tentoonstelling. Maar de bezoeker weet niet dat wij maar 1 bladzijde hebben natuurlijk. Die ziet, ah ja, dat ligt omtrent TD. Ja, nu wel. Maar, dus je kan dingen wel... u vindt wel oplossingen voor dat soort problemen natuurlijk. Maar dan weet u ook of er hier in de kelder... of elders, nog materiaal ligt dat we nog altijd niet gezien hebben. Oh ja, er is nog veel meer. Je hebt het boek De Wolken, waar we er straks met Robert Ammerlaan over had, wat ik een heel geweldig boek vind. Ja. En dat zijn dan de overschotjes, zegt men. Maar volgens mij zijn er nog veel meer overschotjes. Zit er hier nog veel, denk je? Ja, er is ook nog ontzettend... Ongelooflijk veel nog. Er is ook nog ontzettend veel dan niet gepubliceerd is. Wel, Hugo heeft een heleboel gedichten geschreven die je uiteindelijk niet goed genoeg vond. Filmscenario's. Ja. Eindeloos, vele. Die nooit gemaakt zijn. Heb je die dan ook even stiekem zitten inkijken van waarover... Niet stiekem, gewoon dagenlang hierboven op de zolder. Maar vertel, welke films zaten dan nog in de schuif hier? Ja, er zitten heel veel scenario's die afgekeurd zijn of die nooit voorbij de commissie geraakt zijn. Of die zelfs niet ingediend zijn, maar dat is eerder... Maar er zijn er veel die afgekeurd zijn. En leuke dingen, hoor. Je vertel eens, ik ben dat is... Nee, hij maakt ook veel ontwerpjes. Hè. Hij maakt zo een scenario, drie pagina's met allemaal ideeën van wat hij zou kunnen doen. En ook treatments, 20-25 pagina's, een hele film vertellen. Ja. En ook dingen die hij recupereert. Hij wil bijvoorbeeld een film maken, is ook altijd met Zanneke bezig geweest, maar op een moment waar wij een film maken over Pieter Breugel. En hij heeft dat scenario gemaakt, maar dat is uiteindelijk, er is nooit iets van gekomen, maar hij heeft dat dan gebruikt in Belladonna. Dus een stuk van het scenario is dat gewoon gepubliceerd in Belladonna en die ideeën over die film zitten in het boek verwerkt. Claus recycleert constant. Ja. In de tentoonstelling ook zo, omtrent TD, ja, dat weet je, er is interieur, dat is het toneelstuk dat dan naar het boek is gemaakt. Mm-hmm. Daarna wordt het sacrament de film. Maar voor omtrent TD was er een filmscenario. Want dat was eigenlijk eerst een filmscenario. Ja. Claus verandert altijd. Dat filmscenario is niet gemaakt omdat het een Belgisch-Nederlandse co-productie moest worden. En men dacht, dat was begin van de jaren 60, dat men daar nog niet rijp voor was, voor dat thema in een film. En, hetzelfde met het verlangen, hè? Ja. Het verlangen is ook een nu scenario. We toch over de films bezig zijn. Je hebt natuurlijk Hugo via de film... goed leren kennen. Hoe kijk je terug naar... Heb je die films ook terug bekeken? Heb je terug naar alles, Vrijdag? Alles. En hoe alles. Kijk je daarop terug? Vrijdag is zo'n legendarische film, het Sacrament ook. Ik heb die al lang niet meer gezien. Ik vind dat doorstaat dat films. De tand destijds, zoals ook zijn gedichten dat zeker doen? Ja, dat vind ik wel. Zeker Vrijdag en het Sacrament. Ja.
De vijanden ook, vond ik. Ja. Ik heb dat teruggezien, vond dat zeer mooi om naar te kijken. Zeer, met de Robbe. Robbe de Hert, hij zit hier in de zaal. Ja, voilà. Met Robben als jonge acteur. Ongelooflijk knappe vent, jong. Echt. Nee, en goed gespeeld. Echt super. Maar die blijft overeind. Dat is een zwart-wit film. Alweer over de oorlog. En dat blijft echt overeind, vind ik. Wat zeg je? Helemaal niet. Jij zit er fantastisch in. Nee, och jongen, zo'n schone vent. Come on. Ja, daar blijven ze gewoon naar kijken. Nee, maar Klaus was daar zelf ook dubbel over. Hij was helemaal niet zo blij met zijn filmcarrière. Hij vond, ja, uiteindelijk... Maar hij is daar in miskend, hè. Hij is daar ook echt in miskend. Ja, maar iedereen... De reacties op Sacrament, over op vrijdag... miskend gesproken. Ja, de meeste Vlaamse cineasten zijn ook wel miskend. Schrijvers dat is zo, ook. Dat is zo. Dus ja, dat was geen uitzondering op de regel, ook niet. Nee, maar dat raakte hem wel meer, denk ik. Omdat hij daar onzekerder over was, denk ik, dan over zijn schrijfwerk. En dat raakte hem. Hij was daar gevoeliger aan kritiek daarop. Hij was daar echt door gedesillusioneerd. Zeker na het Sacrament en De Verlossing ook. Want ook dat is een goede film, De Verlossing. Dat blijft echt overeind. Je hebt alleen die... hoe heet het nu? De Leeuw van Vlaanderen. Dat is, ja, maar dat was dan dat ook echt, budgetair een miskeur. Is echt een ramp. Maar die filmscenario's die hier nog liggen... Kan je eentje over Pieter Bruegel? Waren er nog andere? Waren het scenario's gebaseerd op werk van hem? Of waren dat nieuwe verhalen? Nee, soms nieuwe verhalen. Er is één dat ik me herinner. Een meisje dat in een huis woont. Het lijkt een beetje de sfeer van de verwondering te hebben... Het heeft geen titel, ik weet het niet meer. Ja, ik weet het ook niet meer, maar... Marcel, we hebben zoveel gelezen, jong. Je kan ze terugvinden, want het hele archief van Klaus is geïnventariseerd op stukniveau. Dus je kan echt opzoeken in onze databank, bijvoorbeeld bij scenario's. Dan krijg je echt een overzicht van al die scenario's die erin zitten en hoeveel pagina's het zijn en zo. Dus, en dat zijn er dan hoeveel? Want ja, er zijn al een heel pak films. Twintigtal, denk ik. Ja. Onwaarschijnlijk, hè? Ja. Ja. Waar zou jij het accent op gelegd hebben als jij... Jij zegt oorlog en liefde, heel goede thema's. Hoe zou jij het gedaan hebben? Maar ja, maar ik zou waarschijnlijk ook meer met boekpublicaties gewerkt hebben, met bibliophile edities of zo. Ik weet het niet. Of de grote ankers in zijn werk, de Oostakkerse gedichten, Verdriet van België, dat soort grote dingen. En het daar rond geweven hebben, puur literair. Ik heb er nu niet moeten over nadenken, dus... Ik zou het eigenlijk ook niet echt geweten hebben. Maar ik zou zeker ook de biografische inslag getoond hebben. Omdat ik vind de invloed van het leven van een schrijver op zijn werk zodanig interessant. En dat werd vroeger veel minder bestudeerd. Maar ook nu bij Klaus zie je dus echt hoe hij dat leven verwerkt heeft in poëzie en in romans. En dat vond ik wel een verrassing. Hij die altijd beweerde en een beetje neerkeek op al wie autobiografisch werkte. Absoluut, die zei van, ik verzin het. Ik doe dat niet. Het zit vol. Ja. Het is zo autobiografisch. En zijn dagboeken en zijn werk, je kan het gewoon naast elkaar... Daarom heb ik het ook naast elkaar willen leggen. Mm-hmm. Het is zo autobiografisch allemaal wat hij gemaakt heeft. Dat vond ik wel een verrassing. Dat vond ik echt een verrassing. En ook een geruststelling. Maar hoe merk je dan bijvoorbeeld zijn periode in Frankrijk? Hoe voel je dat terug in zijn werk? Want hij heeft ook dingen geschreven die helemaal niks met Frankrijk of de Provence of dat zonnige te maken hebben. Misschien zijpelt dat een beetje door in de poëzie. Maar in de andere dingen, voel je dat dan toch? Dat hij daar gelukkig en rustig was? Terwijl je dan opeens een goede toevloed van werken ziet. Nee, maar over geluk en rust heeft hij het natuurlijk niet graag. Hè? Hij heeft het over alles wat ongelukkig en onrustig is. Maar bijvoorbeeld het klachtenboekje over Kitty Courbois, een dagboekje dat hij bijhield, dat is bijna letterlijk het jaar van de kreeft geworden. Ja. Ook fragmenten van Sylvia in Belladonna vind je terug. Werkelijk gesprekken die ze hadden, die hij optekende in zijn dagboeken en die dan bijna letterlijk terugkomen. Dat gaf hij ook toe, hè? Hij zei, als een gier... Raas ik tussen de mensen door en ik pak alles mee wat ik kan gebruiken. Ja. Heel mooi natuurlijk is, en triest ook, is dat je het letterlijk ziet. Ik had er al veel over gelezen, dus hij heeft op het einde van zijn leven nog getracht. Dat je ook echt dat handschrift hier ziet, vind ik... Het is triest, maar het is een heel mooi einde van de expo ook. Dit is het einde, het stopt niet zomaar. Je ziet het wegzakken. En letterlijk zakken, hè. Je ziet het naar beneden. Moet je toch ook ontroerd hebben als je die... Echt, want wij zien dan hier een kopie, maar jij ziet het echt... Heel erg, het heeft mij heel erg ontroerd, ja. Ook die wilsbeschikking.
Ja. Hoe duidelijk en hoe scherp je dat zegt, ja, moet je toch een sterke mens voor zijn. Heel erg, ja. Ja. Heel erg. Daarom vind ik het portret van Koen Filet ook zo mooi erbij. Omdat dat ook wegdeemstert. Hij deemstert echt weg. Hij verdwijnt heel langzaam. Wat onthoud jij nu voor jezelf? Wat je in al die dozen hebt teruggevonden en je zegt van... Oh, dat... Nou, Marcel, ik moet je eerlijk bekennen dat ik op het einde een beetje een kluisindigestie had. Dat kan ik me voor... Ik heb het nog hier door de tentoonstelling. Ik heb 2 jaar lang alleen maar Klaus gelezen. En ik was zo blij dat ik Julian Barnes kon vastnemen en dat ik andere schrijvers ter hand kon nemen. Maar wat mij vooral bijblijft is... ik heb heel vaak gedacht, terwijl ik die manuscripten las... Ik moet hier iets van leren. Zijn hooghartigheid, zijn superioriteit, zijn dédain, zijn durven ingenomen te zijn met zichzelf. Zonder zelf ingenomen te zijn, gek genoeg. Dat vond ik wel sterk. Ik heb dikwijls gedacht, man, hier kan ik van leren, hier kan ik van leren. Zijn vlotheid, zijn superioriteit. Heb je enig idee van waar dat komt? Is dat gewoon... Dat zat in de man. Zeggen dat van, heeft kijk, hij zich op het internaat voorgenomen. Ja. Daar is dat begonnen. Ja, denk je dat echt? Ja, weet ik zeker. Merk je in het archief dat hier ligt, dat er ook twijfel inschuift? Dat hij op een bepaald moment ook zei van... Ben ja, maar, dit is het niet. Of ik keur het af, ik gooi het weg. Weinig. Dat, ja, nee? Maar voor een stukje... Weinig. Ja, maar hij is wel beïnvloedbaar, heel beïnvloedbaar. Ik ben de gedichten uit de Geverfde Ruiter beginnen bestuderen en er zijn ook dagboekjes waarin hij erover schrijft. En ik stel dan vast dat hij schrijft die gedichten en hij laat die dan aan vrienden lezen, aan Jan Walravens, aan Gaston Bursus, en die hebben dan commentaar. En hij schrijft in zijn dagboekje, Jan Walravens is langs geweest en hij zegt van, ja, die bundel trekt op niks en je begint langer of meer op Karel van de Woestijnen te lijken enzovoort. En hij zegt van, ja, en ik heb dat dan aangekeken, ja, natuurlijk heeft Walravens gelijk. En dan begint hij dus weer van alles te veranderen. En het is zelfs zo, we spreken dus over 1961. Ik wilde net zeggen, toen was hij nog jong. Toen was hij jong, maar Nick van Brugge in 1961 is dan op een vrij jonge gast en die komt dus bij Klaus en die leest het gedicht Compos Mentis en hij zegt van, maar dat gedicht dat trekt nu toch op niks. En Klaus begint dus onmiddellijk dat gedicht waar hij heel lang aan gewerkt heeft, onmiddellijk heeft een typoscript, dat is zelfs gepubliceerd in het Nieuw-Vlaams Tijdschrift, begint dat onmiddellijk te herwerken, want Nick van Brugge heeft gezegd dat het op niks trekt en heeft dan herlezen en dan begint hij inderdaad eraan te werken. Dus hij is ontzettend beïnvloedbaar, denk ik. In de jonge jaren, maar ja, later... Ja, maar nadien toch... heeft dat toch... Nee, veel minder. Later heeft hij toch nooit zijn werk... Later toch veel minder, hè? Ja. Later veel minder. Ik denk ook daarnet met Robert Ammerlaan, er werd... Ja, ook de uitgever kon niet zeggen, ja jongens, maar dit hoofdstukje dat is echt vuilbak. Ik denk toch niet dat gesprekken aan de orde waren. Nee, daar. Wat ook zo mooi is om te zien, en dat voel je ook een beetje hier, is hij schreef alles met de hand. Ja. En zijn eerste versie... kan je eigenlijk bijna niet lezen. Dat is zo'n klein, piepklein, kriegelig geschriftje. En per versie gaat hij mooier en mooier en groter schrijven. En op het einde, de 4e of 5e versie, heb je werkelijk een schoonschrift. In schoonschrift. Dat dan volledig zeker was, ja, dit is en dan het. Volledig, ja. Ja, dat was ook heel bijzonder om te zien. Die versies heb je hier allemaal liggen. Ja, ja en dat... ook de veranderingen zijn leuk om te ja, zien. Ja, dat is leuk. Ja, het, is soms, het hangt er een beetje vanaf. Van de verwondering bijvoorbeeld hebben wij een schema dat hij gemaakt heeft. Dat hangt ook in het groot, in de tentoonstelling, waarin hij dus aangeeft dat het moet in 5 delen zijn. En die elementen komen erin en dat moet zoveel woorden zijn. En heeft hij een boekje, het oponthoud, en daar staan dan allerlei plannen en ideeën in. En dan hebben wij 2 volledige handgeschreven versies van de verwondering. En ook nog een aantal andere aanzetten. En dan verschilt dat nog van die definitieve versie, want een typoscript en een drukproef en zo, dat zit er dan niet bij. Maar er zijn ook van het Verdriet van België hebben we 2 volledige handgeschreven versies, plus van sommige hoofdstukken 3-4 versies en hele oude stukken, want het ligt in de tentoonstelling een blad uit 1968, waar al de eerste stukken van het Verdriet van België verschenen. Dus hij werkt echt heel lang aan die dingen. Hoeveel versies dat er eigenlijk zijn. De van de Koele Minnaar, eer dat echt op punt stond, dat is onwaarschijnlijk. En hebben wij nog maar een gedeelte daarvan. Want we hebben ontzettend veel fragmenten. Ik denk dat we 17 of 18 fragmenten hebben van die roman. En ook zijn point of view veranderd. Hij werkt. Dat is echt
zwoegen dat die man gedaan heeft op zijn werk. Maar ja. Volgens maar mij dat is ook zo grappig, dat hij naar buitenuit altijd doet alsof hij nauwelijks werkte. Voilà. Dus ik denk dat dit eigenlijk één grote dekmantel is voor een pelotonnetje Hugo Clausen. Mm-hmm. Als je dus naast de literatuur, de poëzie, ook nog eens de tekeningen ernaast legt. En dan de vertalingen die hij ook nog eens nakeek. Oh, ja, dit kan toch niet bijna mogelijk geweest zijn om dat effectief ook te doen in één mensenleven. En toch is het gebeurd. Ja, dus en dan is er nog altijd licht hier nog alles in de kelder. Een keiharde werker. Is dat de enige wat je denkt? Het is zweten van 8 uur 's ochtends tot middernacht. En dan heb nee, je het... dat niet, denk ik. Maar toch minimum 6-7 uur per dag, ja. Ja. Veerlen heeft me dat ook verteld. Hij ging elke ochtend naar zijn bureau schrijven. Kwam 's middags even iets eten. Weer een paar uur in de namiddag. Ja. En dan 's avonds dineren en lachen met vrienden. En dan moet je 's morgens wel een frisse kop hebben om terug te beginnen, hè? Ja, maar ik denk dat hij een heel gedisciplineerde man... En wat ik ook zeer schattig vind, is altijd zijn gevecht met zijn gewicht. Ja, dat is een zittend beroep. Hij rookte en snoepte. Slecht, ja, hè? Ja. Dat komt ook veel voor in dagboekaantekeningen? Ja, heel veel. Oh, ik ben weer veel te dik. Of, oh, ik heb niks, geen woord op papier gekregen gisteren. Geen woord dat hij goed vond, dat, ja, hè? Want dan, maar ook zo'n boekje met turnoefeningen om te vermageren. En zo, dat is zo aandoenlijk om te zien. Een turnboekje dat hij zelf... Ja, de oefeningen de schaar en de knip en zoveel dat keer. Zou nog nieuws zijn. Maar nieuws, het ligt erbij, denk ik. Hè? Of een stukje... Nee, het is er niet gekomen. Maar ik denk dat, of is dat uiteindelijk gesneuveld? Ik denk dat er een bladzijde van afgebeeld staat in de wolken van Mark Schaar. Ja, ook. Ja, okay. Ja. Want dat heb ik dus nu ook... Ik ontdek zelf de tentoonstellingen. Dus ja, ik heb zoveel materiaal. Dan ben ik beginnen selecteren, nog eens selecteren. Dat ik op de duur ook niet meer weet, zit dat er nu wel in of niet in. Ja. Dus als ik ga kijken, zie ik, dat zit erin. En dat niet. Dus elke keer opnieuw ontdek ik het opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, want Nick Kortekaas heeft er een grote rol in gespeeld, omdat hij uiteindelijk al die puzzelstukken die wij verzameld hadden, hij is die puzzel beginnen vormgeven. En ja, je bent natuurlijk met die cirkels bezig en je bent ook begrensd. En ja, op die manier heeft hij ook nog een selectie gemaakt. Of zijn er soms moest er op het laatste moment... Hij heeft dat niet geselecteerd. Nee, maar bedoel, op het laatste moesten er dingen verschoven worden. Moesten er dingen weg en andere... Ja. En op die manier... Goed, maar, jij zegt de goede films blijven overeind. Ik vind van wel. Alles herlezen. Is het allemaal topkwaliteit? Ik ken ook niet alles natuurlijk, maar er zitten dus wel mijlpalen tussen. Verdriet van België onder andere en ook veel andere. Met Siers is eigenlijk ook een fantastisch boek al en dat is heel in het begin. Is alles van zeer hoge kwaliteit? Hij zegt, eigenlijk moeten we nu met z'n allen heel die Klaus Winkel gewoon lezen. Ja, want dat vind gewoon, ik wel. Het maar het is natuurlijk, degene die leest, interpreteert ook. Ja. En die gaat ook, sommige boeken bevallen mij beter dan weer andere. Dat is ook logisch. Maar er is toch geen enkel boek waarvan je denkt, maar dit trekt nu eens echt op niks. Knauwen, knagen. Nee, absoluut niet. Geweldig. Wat ik wel merk is, en dat vraag ik mij af, die Kevin Absilis bijvoorbeeld, op een van onze vergaderingen zei hij van, het is heel belangrijk dat je ook jonge mensen motiveert om weer te gaan lezen, want Klaus wordt eigenlijk niet zoveel meer gelezen en zeker niet door jonge mensen. En toen dacht ik ook al van, hoe, die taak rust die ook op mijn schouders. Maar bijvoorbeeld... Omtrent TD, dat heeft een katholieke sfeer die jongeren, denk ik, nu niet meer kennen bij ons. Ja. Die ik heel goed herken van de tijd dat ik jong kind was in een katholieke gezin. En dat is wel, dat weet ik niet of dat een jong publiek nog kan aanspreken. Ja. Maar andere boeken zijn universeel. Verdriet van België sowieso, tuurlijk, vind ik. Dat is een historisch roman. Ja, dat van nu, de Kreef vind ik een topboek. Ja. Echt een topboek. Het Verlangen ook zeer mooi. Zachte de Verwondering is moeilijk. Ja. Sacrament. De Verwondering is moeilijk, hoor. Ja. Toch. En die laatste, wat Robert Ammerlaan hier zei, de slaapwandeling. Ja, de slaapwandeling. Ja. Heel mooi ook, ja. Wat vindt u? Dat is allemaal proza, maar ik vind... Ja, de gedichten uiteraard. De verzamelde gedichten van Hugo Claus, je kan daar blijven in lezen. Inderdaad, want het is heel veel namelijk. Er is toch... Ik ga ervan... Ja. Hij is toch onze beste dichter. Ik heb het van de week nog eens doorgenomen ter voorbereiding. 2 jaar geleden begonnen met elke dag 5 gedichten te lezen, zodat ik ze zou halen allemaal. Maar. Ik denk niet dat ik ze allemaal gehaald heb, maar wel bijna allemaal. Dan wordt het ook werk, hè? Ja, het was ook werk. Amai.
Echt een monnikenwerk. Ja. Ik vind een permanente tentoonstelling Klaus hier in het Letterhuis dringt zich op, toch? Je moet die man niet zomaar wegschuiven weer in... Tot lang loopt het nog? Tot juli? Juni? Ja, 1 juli, ja. Ja, dat is toch niet lang genoeg? Nee. Maar ja. Leen? Maar weet je... Leen, heb je het gehoord? In 1912 was er hier in dit huis een tentoonstelling over Hendrik Conscience en die had ook gigantisch veel succes. En toen zei iedereen van, goh, ja, die tentoonstelling, dat moet je permanent houden. Je moet blijven. Je moet gewoon een permanente tentoonstelling, een museum over Conscience maken. En uiteindelijk is dat wat het Letterhuis geworden is. Mm-hmm. Dus we blijven eigenlijk gewoon in die lijn van... En we doen het binnen 10 jaar gewoon dunnetjes nog eens over. Ja. En je maakt gewoon een heel andere tentoonstelling, maar weer met het werk van Hugo. Goed, ik dank u zeer voor dit gesprek en ga absoluut de tentoonstelling bekijken, want ze is echt de moeite. Hilde van Mieghem en Frank van Ecke, dank je wel. Johan van Ecke.